ze te laat zijn en het niet redden. Dus, welkom. Zoals jullie bijna allemaal weten, ben ik Gerald Jorn. En ik werk bij de Open Universiteit. Ik werk dus bij methodologie en statistiek. Maar ik werk ook een beetje bij gezondheidspsychologie, omdat mijn onderzoek allemaal gaat over gezondheidspsychologie. Oh. Dat was niet aankomen. En een van de onderwerpen waar ik me bezig hou en waar we het vandaag over gaan hebben is het uitgaansleven en risicogedrag in het uitgaansleven. Uitgaan is recreatie. En recreatie is goed. Alle vormen van recreatie hebben wel een of ander gezondheidsvoordeel. Maar een uitgaan is natuurlijk helemaal goed, want het genereert ook nog een keer omzet. Dus je hebt een hele economie die daarop draait. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar recreatie behelst ook risico's. En die zijn heel specifiek voor de verschillende typen recreatie. Dus marathons lopen is gevaarlijk, daar overlijden ze nu en dan mensen aan. Als je boeken lezen leuk vindt of Netflix kijken, dat is ook gevaarlijk. Want als mensen een heel erg sedentary lifestyle hebben, dan verhoogt dat risico op obesitas met allemaal gezondheidseffecten. Dus wat voor recreatie je ook kiest, dat gaat altijd gepaard ook met een aantal risico's. En uitgaan is daar geen uitzondering in. Bijvoorbeeld als je naar festivals gaat, en dan kan het zijn dat je vergeet om je in te smeren. En als de zon heel erg schijnt, dan loop je een verhoogde kans op. Huidkanker bijvoorbeeld. Of omgekeerd, een paar jaar geleden, best lang geleden, was Mysteryland een groot festival. En onverwacht werd het heel slecht weer. En daar waren ze niet goed op voorbereid. Iedereen ging weg tegelijkertijd. De bussen waren er nog niet. Die mensen gingen allemaal lopen. En er zijn een aantal mensen onderkoeld geraakt. Dus weer kan een probleem zijn. Je kunt gehoorschade oplopen als je geen oordopjes in hebt en of te dicht bij de speakers gaat staan. En mensen drinken alcohol. Dat is schadelijk, zoals we zo zullen zien. En er worden wel eens andere middelen gebruikt. En vandaag hebben we het alleen over die, bijna alleen, tenzij ik niet in kan houden, over het middelengebruik. Ik zal eerst een aantal middelen langs gaan om een beetje een context te schetsen. En dan ga ik specifieker in op ecstasygebruik, omdat ik daar een studie over heb gedaan waar ik wat resultaten van zal presenteren. De middelen die ik langs ga zijn koffie, tabak, cannabis, alcohol, cocaïne, speed en ecstasy. Als laatste. Ik ben tenslotte natuurlijk. Koffie wordt heel veel gedronken in Nederland. Er zijn een aantal verschillende studies gedaan naar hoeveel. Interessant genoeg heb ik weinig echt onderzoek kunnen vinden. Het zijn heel vaak studies die worden gedaan door online magazines of door belangenorganisaties of dat soort dingen. En dan is het lastig om terug te vinden of het echt wel legit is. Maar een van die studies gaf aan dat Nederland aan de top stond met ruim 2, bijna 2,5 kop koffie per dag gemiddeld. Andere studies stellen dat sommige Scandinavische landen wat hoger scoren, maar Nederland is wel altijd een van de landen waar het meeste koffie wordt gedronken. Als je kijkt naar hoeveel koffie drinken, kom je op ongeveer 4 van de 5 mensen. Ik dacht zelf eigenlijk dat dat meer was toen ik het opzocht. Nou, kennelijk. Maar ongeveer 80% van de Nederlanders drinkt koffie. En koffie heeft een aantal effecten. En die effecten van een middel zijn meestal ook de redenen waarom mensen dat middel gebruiken. Dus voor elk middel ga ik die effecten ook even bij langs. En dan zul je zien dat die vaak best wel hetzelfde zijn. Best wel vergelijkbaar zijn. Dus voor koffie bijvoorbeeld. Mensen drinken dat vanwege de smaak soms. Sommige mensen niet, die gooien er dan suiker in of melk. Maar sommige mensen drinken dat vanwege de smaak. En de effecten van koffie zijn dat je er wat alerter van wordt. Je kunt je wat beter concentreren. Als je moe bent, dan voel je dat minder. Dus het onderdrukt je slaapgevoel een beetje. Dus daarom kunnen sommige mensen die daar gevoelig voor zijn, die moeten ook halverwege de dag stoppen met koffie drinken. Anders is het lastig in slaap te vallen. Het is een hele lichte aphrodisiak. En het verlaagt je eetlust een heel klein beetje. Als je op dieet bent en gaat heel veel koffie drinken, dan helpt dat. En koffie heeft ook een aantal gezondheidseffecten op de langere termijn. Het heeft bijvoorbeeld invloed op hartziekten, leveraandoeningen, diabetes, kanker en Alzheimer. Maar het zijn allemaal positieve effecten. Dus die kansen dat je kanker krijgt, diabetes, Alzheimer, leveraandoeningen, hartziekten, die gaan allemaal naar beneden. Dus koffie is een van de weinige middelen waarvan we gewoon weten, omdat het al super lang staat en heel veel onderzoek naar is, dat het gewoon gemiddeld genomen gezond is om te drinken. Er is één nuance bij, daar kom ik zo op terug. Maar behalve die nuance is het wel de uitzondering middelen. Tabak, dus hebben we ook al heel erg lang. Dat is toen Columbus in 1492 Amerika ontdekte, niet gelijk toen, maar langzaam daarna, is dat geïmporteerd naar Europa. En dat werd op een gegeven moment ook gebruikt. Maar daar waren mensen niet altijd even blij mee. Dus in 1690 heeft het stadsbestuur van Haarlem besloten dat er niet meer buiten gerookt mag worden. In het openbaar. En toen rookten mensen geen sigaretten. Zelfs nog geen sigaren toen volgens mij. Toen rookten mensen pijpen, aardewerken pijpen. Die kon je toen in de kroeg, kocht je voor gestopte pijpen. En die ging je dan roken. That's how they rolled toen. Maar daar waren de burgers het niet mee eens.
Dus toen heb je de Haarlemse tabakoproer gehad. En toen heeft het stadsbestuur zich genoodzaakt gezien om het toch weer legaal te maken om dat te doen. En volgens een verhaaltje wat ik online vond op de Rokersbelangen-website, zijn er twee mensen gewoon ter dood veroordeeld. Omdat ze opkwamen voor de burgers die graag wilden roken. Dus toen deden ze dat gewoon nog zo. Nou ja, roken is een hele tijd ook gepromoot als iets wat gezond is. En sinds de jaren 60-70 is echt helemaal zeker dat het slecht voor je is. Er waren al veel eerder indicaties en er was al wat onderzoek dat het niet goed voor je was. Maar sinds de jaren 60-70 was het duidelijk. En nu neemt roken heel snel af. In Nederland deels omdat het bijna nergens meer mag. En er mag geen reclame meer gemaakt worden. En er worden steeds meer maatregelen geïmplementeerd. De prijs gaat langzaam omhoog. Ja, tuurlijk, je mag ook. Je zegt doodstraf gekregen met een belangrijke behachting van roken. Ja. In welk land was het dat in welke tijd? Oh, dat was in 1690 toen bij die tabaksoproer. Ja, in Haarlem. Dus toen waren ze wat makkelijker met de doodstraf, denk ik, dan nu. Ja. Ze zijn kennelijk publiek gegezeld op een of ander plein. Ik kan het je het stukje wel doorsturen als je wil. Maar het is maar een kort stukje op die. Dus ik weet niet hoe legit het is. Aan de andere kant, de namen stonden erbij van die mensen. Dus ik denk dat het ergens uit een soort van logboek of geschrift komt. Ja, dat is grappig. Dus roken is nu heel snel aan het afnemen. Dat wordt ook snel duurder, dus dat zal nog wel verder. Maar hoeveel procent van de Nederlanders schatten jullie die roken? 30? 3? 60? Nou, dan heeft altijd iemand gelijk. Heel slim, je bent het voorbereid. Gebriefd van. Nou, 24,1. Dus zat je met de 30, zat je goed in de buurt. Wat ook, ik had niet zoveel verwacht. Ik had gedacht dat het lager was, zeg maar. Maar ja, het is gewoon als je toevallig weinig mensen in je omgeving hebt die roken, dan kun je dat maar. Of veel, hè. Ja, dat kan ook nog. En de effecten van roken. Sommige mensen, de meeste mensen die roken, die vinden de smaak waarschijnlijk lekker. Niet-rokers vinden de smaak meestal niet lekker. Dus dat zal ook wel samenhangen met of je toevallig rookt. En als je rookt, dus nicotine, zorgt dat je wat ontspannen voelt. Dat is heel interessant. Je bent ontspannen, maar je bent ook wat alerter en je kunt je wat beter concentreren. Dus dat is een interessant middel. De meeste middelen hebben dat niet tegelijkertijd. Het is ook wat eetlust dempend, zeg maar. En je hebt een soort van tevredenheid. Je gevoel van tevredenheid is wat hoger. Dus dat zijn op zich een hoop redenen om het te gebruiken. Er zijn ook een hoop redenen om het niet te gebruiken. En dan zie je dat deels dezelfde ziektes die komen terug, maar dan krijg je die ervan, zeg maar, in plaats van dat ze minder worden. Dus je hebt meer kans op hartziekten, meer kans op beroertes, meer kans op diabetes, meer kans op kanker en je veroudert wat sneller. Vooral je huid zie je dat je wat sneller veroudert. Dus dat zijn dan redenen om het niet te gebruiken. Cannabis is natuurlijk altijd een apart geval geweest in Nederland. Wij hebben tenslotte coffeeshops en toeristen zijn er blij mee en bestuurders van omliggende landen zijn daar niet altijd blij mee. Maar interessant genoeg is cannabisgebruik in Nederland niet heel veel hoger dan in andere landen. Dus het lijkt heel weinig samen te hangen met of iets gedoogd wordt of dat je het legaal kunt kopen. Het is niet zo dat mensen dan opeens allemaal massaal gaan gebruiken. Cannabis wordt dus door ongeveer 6,6% van de bevolking gebruikt. Dus veel minder nog dan tabak, maar wel meer dan andere middelen zoals je zo zult zien. Dus 6,6%, deze gebruikscijfers zijn trouwens de zogenaamde laatste jaars prevalentie. Dus dat zijn dus twee dingen die vaak worden gevraagd als je meet hoeveel mensen iets gebruiken. Je hebt de laatste jaarsprevalentie, dus heb je dit laatste jaar gebruikt. En laatste maandprevalentie. Dat is meer indicatief voor echt mensen die het vaker gebruiken. Maar bij recreatief middelengebruik, dus middelen die mensen bij speciale gelegenheden gebruiken bijvoorbeeld, is de laatste maandprevalentie natuurlijk een onderschatting van hoeveel mensen het gebruiken. Want dat gebruik je gewoon niet zo vaak. Dus heel veel mensen gaan het dan niet toevallig in de afgelopen maand gebruiken. Nou, cannabis. Smaak weet ik eigenlijk niet. Ik blow bijna niet. Ik vind het zelf niet super lekker, maar misschien mensen die blowen wel. Ik weet niet of iemand hier cannabis lekker vindt om te roken. Maar dat weten we dus niet zeker in ieder geval. Cannabis doet weer een beetje deels hetzelfde. Je voelt je weer ontspannen. Bij cannabis voel je ook wat vrolijker, wat socialer. En je kunt je wat minder goed concentreren. Het is een zogenaamde downer, zeg maar. Dus het dempt. En het is mild hallucinogeen. Als je meer gebruikt, dan wordt het wat sterker hallucinogeen. Maar lang niet zo hallucinogeen als LSD of zo. Dus je ziet geen roze olifantjes, maar het is wel mild hallucinogeen. Dus je neemt wel kleuren en vormen iets anders waar. Dus je perceptie en je verwerking veranderen wel een beetje. Er zijn ook redenen om cannabis niet zoveel te gebruiken. Dat is wat omstredener. Ze hebben wel gevonden, als je mensen die blowen, die kunnen zich wat minder goed concentreren. Maar als ze stoppen, dan na een paar maanden gaat het weer terug. Het geheugen is ook iets minder, maar dat gaat ook weer terug. De kans op kanker is iets hoger
dat komt niet door de cannabis of de THC zelf, maar dat komt omdat je dat rookt. Dus je verbrandt dingen en die adem je in. En dat is niet heel goed voor je. En het kan een trigger zijn voor psychoses. Zowel eenmalig, maar het kan ook meer, kan ook triggeren dat je vaker psychoses gaat krijgen daar. En dat is natuurlijk een beetje tricky, want je weet nooit van tevoren of dat bij jou het geval gaat zijn. Verder is cannabis natuurlijk een stuk minder schadelijk dan tabak. En we zullen zo ook zien, ik heb zo een lijstje van hoeveel sterfgevallen we hebben. En dan kun je cannabis goed vergelijken met andere. Alcohol, dit is het filmpje, dat zal ik even aanzetten, heeft ook een hele speciale positie in onze maatschappij. Als je ziet, voor alcohol mag wel reclame worden gemaakt. Dat mocht destijds, dit is uit 2002 of zo. Ja, dat mocht toen ook nog voor roken. Maar alcohol mag nu nog steeds reclame worden gemaakt. En wat je hier ziet, het is basically gewoon, ga drinken. Dat is natuurlijk apart. We hebben geen enkel ander middel waar gewoon legaal tv bedrijven met een iets hogere omzet dan beschikbaar is voor preventie. En iets hoger marketingbudget dan beschikbaar is voor preventie. En die mogen dat geld er gewoon inpompen om te zorgen dat mensen dat middel gaan gebruiken. Fascinerend. Weet je wat de verhouding is? Dus budget voor... Nee, dat weet ik ook niet. Dan kan ik mijn werk niet meer serieus doen waarschijnlijk. er zit wel één... Wij hebben één voordeel, zeg maar. Maar daar kom ik zo terug. Het zit in de presentatie. Alcohol wordt door 80,4% van de mensen rapporteren laatste jaar gebruik. Dus evenveel als koffie wordt het ongeveer gedronken in Nederland. En er zijn ook allemaal redenen om alcohol te drinken. Smaak vinden sommige mensen lekker, sommige mensen niet. Die gaan dan zoetere drankjes drinken, want dat verbloemt de smaak van de alcohol een beetje. Als je alcohol drinkt, dan word je ook vrolijker, net zoals cannabis een beetje. Je wordt ook ontspannen, net zoals cannabis, ook weer een downer. Mensen worden wat socialer. Maar je concentratie wordt minder en je inhibitie wordt wat minder. Dus je impulscontrole wordt wat minder. Dus je doet sneller dingen die op dat moment een heel goed idee lijken, maar bij nadere inzien misschien niet. Maar je komt dan niet tot dat nadere inzien. Het zijn ook allemaal redenen om alcohol niet te gebruiken. Dus je hebt meer kans op leveraandoeningen. Ook weer meer kans op kanker, meer kans op beroertes, meer kans op diabetes en meer kans op generiek sterfte door oorzaken. Dus alcohol wordt gewoon in verband gebracht met hogere sterfte zonder dat specifiek duidelijk is waar het door komt. Dat kan natuurlijk verkeer zijn, dat kan van alles zijn. Maar er is dus sterfte als je corrigeert voor de dingen die we al kennen. Dus er zijn nog dingen die we gewoon nog niet weten. Nu komen we bij de niet legale gedoogde middelen. Cocaïne. In 1900 is in Amsterdam de Nederlandse cocaïnefabriek opgericht. Die hebben toen tot 1928, goed dat ik het op de slide heb gezet, tot 1928 hebben die cocaïne geproduceerd gewoon voor recreatief gebruik. Vanaf 1928 mocht het alleen nog maar als geneesmiddel. En vanaf 1975 is het hernoemd naar de NCF Holding. Diezelfde organisatie bestaat dus wel nog. En Nederland verbouwde dat toen op Java. En dat kwam toen naar Nederland. En het werd toen verwerkt in medicatie voor kinderen en dat soort dingen. Want het was goed voor van alles. En het is ook, want cocaïne verdooft ook. Hè? Dus als je keelpijn hebt en je neemt een dropje met cocaïne erin, dan werkt dat. Want het is gewoon een middel, zeg maar. Dus ja, toen dachten ze van ja, goed idee, dat gaan we kinderen geven. Coca-Cola zat ook cocaïne in, totdat het eruit werd gehaald. Dat ontkent Coca-Cola. Ik heb het ja? bij een van de rondleidingen in Antwerpen bij de fabriek. Maar... Kan ik me goed voorstellen. Ja. Het zou wel edgy kunnen zijn, maar het is ook tricky natuurlijk, want het is illegaal. Ja. Cool. Dat hebben ze nu niet meer toegegeven. cocaïne wordt nog steeds gebruikt in Nederland, ondanks dat je het moet importeren. Maar door 1,7% van de mensen. Dus dit zijn de mensen die het laatste jaar gebruik rapporteren, van 18 jaar en ouder. Dus dat wordt al fors minder gebruikt dan als cannabis was 6,6%. Dus dit is maar een derde, een kwart van de mensen die cannabis gebruiken. En veel minder mensen dan de mensen die alcohol of koffie gebruiken. Je hebt ook allemaal goede redenen om cocaïne te gebruiken. Dus je krijgt meer zelfvertrouwen. Je wordt alerter, wordt vrolijker, je krijgt veel energie. Je krijgt de neiging om steeds te praten. En je eetlust wordt iets minder. Cocaïne is wel interessant omdat het een vrij subtiel effect is.
soms heb je mensen die gebruiken cocaïne en die zeggen dan van ja, het doet niks. Maar je moet een beetje leren om het te voelen. Dus dat is wel een grappig middel, want bij bijvoorbeeld ecstasy of alcohol, zeg maar, moet je best moeite doen als je genoeg hebt genomen om dat niet te doen. Er zijn ook heel veel redenen om cocaïne niet te gebruiken. Mensen die cocaïne gebruiken, vaker cocaïne gebruiken, zien een daling in hun seksueel verlangen. Ze krijgen gewichtsverlies. Oké, dat kan natuurlijk een voordeel zijn voor sommige mensen, maar meestal wordt het als nadeel gezien. Mensen worden wat achterdochtiger. Mensen hebben meer kans op depressie en de persoonlijkheid kan veranderen. Dus dat zijn ander soort effecten dan andere middelen. Dit gaat echt om neuronale aanpassingen, zeg maar. Maar tegelijkertijd ook wel wat enger, zeg maar. Het is echt wel lang, je verandert gewoon in hoe je bent. Maar zijn ze permanent? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of dat teruggaat als je stopt. Dat is wel interessant. Kijk, uitzoeken. Want bij cannabis zag je ook dat het terugging. Ja, dus. Oké. Speed en methamfetamine. Methamfetamine is veruit de bekendste. Is een van de bekendste amfetaminen. Natuurlijk deels vanwege Breaking Bad. Interessant genoeg wordt methamfetamine in Nederland gewoon niet gebruikt. Er zijn twee scenes waar het een beetje wordt gebruikt. Een beetje in de Goa scene. Dat is psychedelische trance. Dat is een specifieke soort muziek. En de techno scene. Dat is ook een ander wat obscuur subgenre. En daar worden wat meer hallucinogene middelen gebruikt. En wat meer van die. Daar wordt gewoon meer geëxperimenteerd met middelen gebruikt. Maar het wordt vooral gebruikt in de chemsex scene. Dat zijn MSM. Mannen die seks hebben met mannen. Die heten zo omdat niet alle mannen die seks hebben met mannen zich identificeren als homoseksueel. En vanuit gezondheidsgedrag is het seks hebben met mannen het risicogedrag. Dus vandaar de term mannen die seks hebben met mannen. En in die scene wordt ook soms wat meer geëxperimenteerd met middelen. En die hebben dan een weekend waar ze veel middelen gebruiken en veel seks met elkaar hebben. Het komt een beetje voort uit de emancipatiebeweging van de homoseksuelen, zeg maar. Dus daar wordt methamfetamine wel gebruikt. In de rest van Nederland wordt dat gewoon helemaal niet gebruikt. Dus de prevalentie van methamfetamine in Nederland is gewoon nul. 0,000 nog wat, maar dus praktisch nul. Speed wordt wel gebruikt. Dat is er ook al een hele tijd. En speed wordt door 1,4% van de Nederlanders gebruikt. Dus dat is niet super populair. Dat is deels omdat wij goede toegang hebben tot ecstasy. Als je speed gebruikt, dan krijg je ook wat meer zelfvertrouwen. Ook weer alerter, ook weer vrolijker. Je krijgt meer energie, je wordt pratiger. En je hebt wat minder eetlust en je hebt wat minder last van vermoeidheid. Dus speed wordt soms ook gebruikt door professionals. Omdat het vooral hierop interveneert, zeg maar. Het zorgt vooral dat je wat beter kunt concentreren. Je hebt meer energie. Je hebt het idee dat je sneller kunt denken en sneller kunt werken. Terwijl ecstasy en andere middelen, die hebben ook andere effecten. Waardoor je niet zo goed kan werken. En speed leent zich dus best goed om harder te werken. Maar er zijn ook allemaal redenen om niet te gebruiken. Zoals kans op hersenschade, weer gewichtsverlies. Over termijn voel je je vaker oververmoeid. Je krijgt neusproblemen, want meestal gebruiken mensen cocaïne door te snuiven. En dat is niet goed voor je neus. En je weerstand en je conditie worden gewoon lager, chronisch. Dus dat is ook een probleem. Daarvan weet ik ook niet of het teruggaat als je stopt. Ja. Speed wordt speed wordt ook vaak gesnoven. Okay. Sorry, ja. Je hebt goed dat je het zegt. Ja. Dus als goedkoper vervangen. Ja, ja, nee, speed is super goedkoop. In vergelijking met andere. Makkelijk te krijgen op straat. Ja, en dat zal ook wel goedkoper zijn dan ecstasy. Ik heb nooit echt in prijzen van speed verdiept. Ik gewoon dit heel erg. Ik koop het zelf. Kunnen we opzoeken. Dus de DIMS heeft elk jaar een rapport waar die prijzen in staan. Dus we kunnen het zoeken als we. Wie heeft dat? DIMS, Drugsinformatie Monitoring Systeem. Oh. Ja? Als je dat met verhoogd tot inhibitie, als we kijken naar speed en ontwikkeling, gaat omhoog. Ik kan het me niet voorstellen, maar misschien wel. Je bedoelt tijdens gebruik of chronisch? En vermogen tot, dus het doet het omgekeerde van alcohol, bedoel je? Ik denk dat mensen sneller agressief en sneller impulsief reageren van reageren. Dus dan zijn die juist wel mee. Dus het heeft een link naar vitamine, daar zit amfetamine in. Ja. En juist het inhibitievermogen gaat omhoog. Daar zullen we nog even aan te denken. Ja. Maar alleen voor mensen met ADD. Ja. En de klinische psychologie is niet mijn sterkste punt. Maar toen ik nog psychologie studeerde, dus dat zal in 2004 geweest zijn, toen ik die cursus had of zo, toen was het idee dat mensen, wat was het ook alweer, juist door die extra stimulatie die wordt gegenereerd door die amfetamine, komen ze meer tot rust en kunnen ze dan ook beter inhiberen. Ik weet niet of dat zo is, maar als dat zo zou zijn, dan is het inderdaad nodig dat ze dus ergens al
meer stimulatie nodig hebben. Dat betekent dat normale mensen niet noodzakelijk meer door gaan inhiberen. Maar het is ook op te zoeken als je heel goed kan. Druk van de speed en net ADHD juist. Dus doordat je opgepakt wordt door de speed en de kook, word je dus een boze probleem bij ADHD. Ja, omdat het vooral gehackt om te inhiberen. Ja. Het werkt eigenlijk. Ja. Nou, ecstasy. Er kwam een paar maanden geleden in september, eind augustus, begin september, een rapport uit waar een klein land groot in kan zijn. Wat de politieacademie had uitgerekend dat wij voor miljarden aan ecstasy produceren in Nederland en heel veel exporteren. En dat klopte ook niet, wat ze daar hadden uitgerekend. Dat kan gewoon niet als je kijkt naar hoeveel ecstasy überhaupt gebruikt wordt in de wereld en in Nederland. Dus dat heb ik daarna nagerekend. In de hoop dat het zeg maar voorkomt dat er repressiever beleid komt. Dat is het risico natuurlijk als de politieacademie zoiets uitbrengt en zegt van we moeten toch harder optreden. Is het risico dat er repressiever beleid komt en meestal is het gevolg dat er meer mensen overlijden. Wat niet het idee is, van mijn werk tenminste. Dus mocht je dat interessant vinden, dat staat op mijn blog, ik kan het later nog wel laten zien. Zo boeiend is het niet, het is gewoon narekenen van hoeveel mensen gebruiken en dan kun je omrekenen hoeveel er dus geproduceerd moet worden. Maar ecstasy heb ik best veel gebruikt, in elk geval wat meer dan speed en cocaïne. Dus dat zit op ongeveer 3%. Van de bevolking in Nederland van 18 jaar en hoger, heeft in het laatste jaar ecstasy gebruikt. Als ik goed beluister, ja. Jij hebt berekend in Nederland het gebruik. Ja. Dat kan dus wel betekenen dat ik die cijfers die ik heb toegekend voor welk land, maar veel geëxporteerd. Ja en nee. Ik heb in eerste instantie alleen hun Nederlandse cijfers nagerekend. Want daar heb ik. Wat was hij? Ik zeg, dat begreep ik uit dat artikel ook. Geëxporteerd wordt, ja. En zij hadden een soort van schatting dat 20% hier gebruikt zou worden en 80% geëxporteerd wordt. Dus toen heb ik nadat aangerekend en toen dacht ik van ja, 20% van de omzet die jullie berekenen is zoveel pillen. En dan zou iedereen, wat is het ook weer? Elke Nederlander, zou 11 pillen per jaar moeten gebruiken, anders kom je daar gewoon niet op. En dat wordt al lastig als mensen onder de, zeg, 10 geen ecstasy gebruiken. Of als mensen boven de, zeg, 60 geen ecstasy gebruiken. En dan ga je dat gewoon al niet redden. Dus dat had ik nagerekend, hebben zij erop gereageerd. En toen zeiden ze van, aha, dat betekent dus dat er maar 2% wordt geëxporteerd. Niet wordt geëxporteerd. Er wordt nog veel meer geëxporteerd. En de straatprijs van ecstasy in het buitenland is hoger. Dus de omzet is nog weer veel hoger. Dus toen dacht ik van nee, het idee was dat er ergens iets fout ging in de berekeningen. Dus toen heb ik gekeken van aha, maar ze hebben ook geschat hoeveel pillen dan wereldwijd worden geëxporteerd in totaal. En er zijn cijfers over wat de geschatte prevalentie is van ecstasygebruik. En we weten uit een aantal onderzoeken, ook wereldwijd, hoe vaak mensen gemiddeld genomen ongeveer nemen per jaar die gebruiken. En we weten hoeveel pillen die ongeveer nemen. Dus je kunt uitrekenen hoeveel pillen worden er dan dus ongeveer gebruikt per jaar in de wereld. Dus dat heb ik toen nagerekend en dat klopte dus ook niet. Ja, zij baseren het op afval. Ze baseren het op gesprekken met mensen over hoeveel procent je dan verliest van dat afval. En dus ze maken een aantal aannames, maar inderdaad gebaseerd op afval en op hoeveel wordt tegengehouden bij de grens en dat soort dingen. En daar zijn ze mee gaan rekenen. En elk van de aannames die je maakt heeft natuurlijk een onzekerheidsmarge. En ik weet niet zeker hoe vaak ze conservatief of liberaal schatten. Maar die onzekerheidsmarge is die. Die hebben ze niet gepubliceerd, die onzekerheidsmarge. Een boterberg hoor. Die onzekerheidsmarges hebben ze niet. Nee, en dat is ook heel lastig, want je kunt heel moeilijk al die dingen door gaan rekenen. Want ik zou niet eens weten zo snel hoe dat werkt statistisch. Als je twee onzekere dingen met elkaar gaat vermenigvuldigen, wat het dan precies betekent voor de uitkomst. Of je dan ook die marges kunt vermenigvuldigen, of dat dan iets anders bent. Dus, anyway. Dus, hoe dan ook, wordt er wel zeg maar best veel ecstasy geproduceerd in Nederland. En 3% van de mensen ongeveer gebruikt ecstasy. Nou, bij ecstasy zijn ook allemaal goede redenen om te gebruiken. Dus het heet niet voor niks ecstasy. Je voelt je euforisch, je bent heel erg gelukkig terwijl die trip duurt. Je voelt veel liefde, zeg maar. Je houdt van iedereen en je hebt het idee dat iedereen ook van jou houdt. Dus dat is altijd fijn. Je krijgt ook meer energie, je wordt meer praterig. Je krijgt lagere eetlust. Dus mensen moeten ook oppassen dat ze wel eten en drinken en zo. En het is mild hallucinogeen. Als je weer meer neemt, wordt het wat sterker hallucinogeen. Maar in principe, als je goed doseert voor je gewicht, krijg je geen hallucinaties. Behalve misschien dat de muziek iets leuker klinkt of de kleuren wat mooier zijn. En bij ecstasy zijn ook redenen om niet te gebruiken. Namelijk, er lijkt een kans te zijn op wat meer hersenschade. Vooral als je meer gebruikt. En dat is wat
tricky, wat controversieel, want dat is best lastig te onderzoeken. Dat geldt overigens ook voor die andere middelen, maar hier ben ik wat meer ingedoken, wat meer mijn onderwerp is. Er zijn studies namelijk waar ze wel vinden dat er schade is. Maar veel van die studies zijn zogenaamd underpowered. Die hebben zo weinig deelnemers, dat de kans dat die uitkomsten door toeval komen best wel. Dus dit is een tekst uit zo'n studie, die recent is, of die een paar jaar geleden is gepubliceerd. Daar hadden ze deelnemers, ecstasygebruikers, en die hebben in hun leven gemiddeld genomen 218 pillen gebruikt. 50 tot 500. 218 pillen is best veel. Dan moet je ofwel best lang gebruiken, ofwel best vaak per jaar, ofwel best veel per keer. Zeg maar. Daar kom ik zo nog op terug, hoeveel mensen eigenlijk gebruiken. De controledeelnemers hier, die hadden geen ecstasy gebruikt, maar ook geen andere psychoactieve middelen. Dus geen cocaïne, geen speed, geen cannabis waarschijnlijk. Het punt is dat we van de meeste psychoactieve middelen weten dat die invloed hebben op je neuronale, je neurotransmitters. Basically, die kunnen allemaal tot hersenschade leiden. Als je controledeelnemers hebt die niks gebruiken en ecstasy-deelnemers die, for all you know, ook cocaïne en speed en cannabis en alcohol en alles gebruikten, dan kun je die groepen niet meer vergelijken, want dan weet je niet of wat je vindt komt door die ecstasy of niet. Daarnaast waren dit bijvoorbeeld maar heel weinig deelnemers. Dus als je hier kijkt, je ziet aan de rechterkant zie je 5 deelnemers die MDMA hadden gebruikt. En aan de linkerkant zie je 9 deelnemers die geen MDMA hadden gebruikt. Dit soort scatterplot met stipjes. En als je dan kijkt, dan zie je dat ongeveer de helft van die ecstasygebruikers, 2 mensen namelijk, er maar 5, scoren gelijk als met mensen in de controlegroep. En er zijn 3 mensen van de ecstasygebruikers die hoger scoren. Op een disbalans tussen bepaalde neurotransmitters. Dat is niet helemaal mijn veld, zeg maar. Dus ik neem aan dat dit een belangrijke variabele is als hier in kijkt. Ze hadden dus heel makkelijk, puur de toeval, gewoon 2 of 3 andere mensen kunnen hebben. En dan hadden ze geen verschil meer gevonden. Of een ander verschil. Dat is best tricky. Maar journals die publiceren dat natuurlijk vaak wel. Want er is een significant effect. En dat is een soort van vrijbrief om te publiceren. Ook best wel weinig deel. Ja, want als het significant is, dat is een beetje een vreemde manier van denken. Je kunt power analyses doen bij onderzoek. Dat je van tevoren uitrekent hoeveel mensen je nodig hebt. Dat doe je dan. Mijn procent zou het niet goed vinden, als ik er maar 5. Ik weet het wel zeker. je kunt power analyses doen en dan kun je berekenen hoeveel mensen je nodig hebt. Het idee is natuurlijk, onderzoek is natuurlijk een soort van signaaldetectie, zeg maar. Als je een heel groot effect wil aantonen, bijvoorbeeld een gemiddeld lengteverschil tussen mannen en vrouwen, dan kun je kijken hoe groot het effect ongeveer is. En dat is best een groot effect. Dus je hebt waarschijnlijk maar 10 mannen en 10 vrouwen nodig en dan kun je het allemaal aantonen. De kans dat je door toeval allemaal hele lange vrouwen of kleine mannen hebt, is niet zo heel groot. Want dat lengteverschil is gewoon in de populatie best groot. Maar als je een kleiner verschil wil aantonen, bijvoorbeeld een verschil in... dat is een verschil wat handig is. Nou, neem bijvoorbeeld een verschil in geheugen functioneren tussen mensen die cannabis gebruiken of geen cannabis gebruiken. Dat zijn vrij kleine effect sizes. Dan heb je al veel meer mensen nodig om het überhaupt te vinden. Want de rol van toeval is al zo groot dat het waarschijnlijk verhuld wordt als je te weinig mensen hebt. Dus je hebt heel veel mensen nodig voordat dat toeval uitmiddelt en je pas echt ziet wat er gebeurt. Dus, als je van tevoren uit wil rekenen hoeveel mensen je nodig hebt, kijk je naar hoe groot het effect is. En als het effect groot is, heb je weinig mensen nodig. Als je maar weinig mensen hebt in een studie en je vindt een significant effect, dan heb je per definitie een groot effect gevonden. Of kleine effecten worden niet significant met weinig mensen. De redenering van veel mensen is dan van, oh, het effect is zo groot dat het kennelijk voldoende mensen waren om het te bestuderen. En dat is een soort van denkfout, omdat de kans, met als je weinig mensen hebt, is de kans dat je door toeval per ongeluk een groot effect vindt als het er niet is, ook veel groter. Maar dat is wat lastiger en abstracter, dus daarom, omdat mensen een beetje zo denken van, oh, kennelijk heb je genoeg power, want je hebt het gevonden. En ja, dat gaat niet op, maar de meeste reviewers en editors van journals zijn ook geen statistici, zeg maar. Dus die, dat zijn gewoon wetenschappers zoals de rest van de wetenschappers. Die vinden dat ook allemaal niet een zakelijk leuk om over na te denken. Oké. Een ander verband wat ze hier vonden, is dat ze een correlatie vonden in dat rechterscatterplotje van -0.98 voor de ecstasygebruikers tussen het aantal woorden wat mensen onthielden en dat aantal neurotransmitters. Aan de linkerkant zie je datzelfde verband voor controledeelnemers, de 9 controledeelnemers. Daar was de correlatie lager, die was -0.29 in plaats van -0.89. En die was niet significant. Maar als je dan kijkt naar de verdeling van de correlatie, in de steekproevenverdeling, dat is de verdeling waar je correlatie uitkomt die je gaat berekenen. Aangenomen dat hij in het echt de waarde van de controleconditie had, dan zie je dat de kans dat je per toeval dat getal gaat vinden in de experimentele conditie, dus bij de MDMA-gebruikers, als je maar 5 mensen neemt,
die kans is best wel aanzienlijk. Maar op die manier wordt er vaak niet over nagedacht. Maar vanwege die kleine steekproeven kun je dus heel vaak effecten vinden, puur door toeval, omdat je gewoon maar één ecstasygebruiker nodig hebt die heel extreem scoort, bij wijze van spreken. Toeval. Nou, een andere studie, daar zie je een beetje hetzelfde. Daar hebben ze groepen, hebben een hele grote groep mensen geworven. En dan zijn ze gaan kijken. Dit is een andere studie. Sorry. Dit is een studie waarin ze 4 groepen deelnemers hebben vergeleken. Controle deelnemers die geen ecstasy hadden gebruikt. Mensen die ecstasy hadden gebruikt. Mensen die zwaarder ecstasy hadden gebruikt. En ex-gebruikers. En dan hebben ze ook gevraagd hoeveel cannabis joints mensen hebben gerookt. Ik weet niet eens of joint in het Engels wel de term is voor een joint. Het is een Nederlandse groep. Maar hebben ze hier, dus hoeveel cannabis hebben mensen gerookt. En dan zie je dat het fors hoger is onder de mensen die ecstasy gebruiken, of die ecstasy hebben gebruikt, of die real ecstasy gebruiken. Dus de mensen die geen ecstasy hadden gebruikt, die hadden gemiddeld 2,3 joint gerookt. En de mensen die ecstasy gebruikten, die zaten op 50, 60, 70 joints gemiddeld. Amfetamine is hetzelfde. Ze hebben ook gevraagd hoeveel speed heb je dan gebruikt. Er was helemaal geen speed gebruikt door de mensen in de controlegroep. Maar de ecstasy gebruikers, die hadden wel speed gebruikt. En hetzelfde weer voor cocaïne. Dus het probleem bij onderzoek hiernaar is dat het heel moeilijk is om onderzoek te doen naar de effecten van ecstasygebruik, want al die ecstasygebruikers gebruiken ook allemaal andere dingen. Een ander probleem is, wat ik net al een beetje uitlegde over die poweranalyses, komt wel mooi uit nu. Als je een studie wilt doen en je wilt een fenomeen bestuderen, dan probeer je natuurlijk mogelijk een groot mogelijke versie van dat effect te vinden. Dus als jij wil weten of ecstasy wat doet, dan heb je het liefst mensen die 200, 300, 400 pillen hebben gebruikt, dan mensen die 2 keer een pilletje hebben gebruikt. Want als er een effect is, gaat dat veel groter zijn bij die sterke gebruikers. Dus die onderzoekers die zoeken allemaal naar ecstasygebruikers die veel ecstasy gebruiken. En terecht. En dat is ook logisch als je dat wil onderzoeken. Dat is niet eens slecht. Alleen, dan kun je vervolgens dus niet zeggen dat ecstasy dat effect heeft. Dan weet je hoogstens dat ecstasy dat effect heeft bij heel veel, heel intens gebruik. Dus, omdat de meeste mensen niet veel gebruiken, hebben ze een review gedaan. Een systematische review, dat ze alle literatuur hebben bekeken. En hebben gekeken naar de studies waar een 1 groep bij zat, waar mensen niet zoveel ecstasy hadden gebruikt. Waar ze maximaal 50 keer hadden gebruikt in hun leven en maximaal 100 pillen in totaal. Dat is al best veel, maar dat was de bovengrens daarvoor maximaal gebruik. En daar vonden ze geen evidentie dat die groep verschil had, dat hersenfunctioneren was aangetast op een of andere manier. En dat was in, hoeveel studies waren dat? 19. Ze hebben 250 studies gevonden in totaal die onderzoek deden naar gevolgen van ecstasygebruik. 19 daarvan hadden een groep die vergelijkbaar was met de meeste mensen die ecstasy gebruiken. En daar was niks te vinden. Dus dit is heel lastig te onderzoeken en er is dus ook veel controverse over. Eén manier om te kijken naar hoe schadelijk iets is te kijken naar hoeveel mensen er eigenlijk aan overlijden. Nou, koffie, hoeveel schatten jullie die per jaar doodgaan van de 100.000 koffiedrinkers? Bijna. Nul. Ja. Is het toch? Ja. Dus ik weet geen gedocumenteerde gevallen van mensen die zijn overlijden. Ja, dat koffie echt heeft gezorgd dat je... Misschien kun je overlijden door koffie. Het is ja, natuurlijk kan alleen wel verslikken. Ja. Er zijn ook doses geweest van koffie. Ja. Ja, en als je inderdaad een hartrespiratoren hebt en je neemt heel veel cafeïne, maar dan zal ze het waarschijnlijk registreren, niet als cafeïne, maar als hartprobleem. En dat is waar die getallen tegen vandaan komen. Dat zijn niet zeker minder. Als je niet slaapt of heel slecht slaapt, voordat je zoveel cafeïne hebt. Ja. En dan zie je iets niet in het verkeer of zo bijvoorbeeld. Yes. Ja. Dus dit is ook lastig. Maar toch. Tabak is wat meer. Dus ongeveer 600 van 100.000 rokers per jaar overlijden daaraan, zeg maar. Cannabis is ook nul. We hebben geen recorded fatalities van cannabis gebruikt. Alcohol is 8,1. Dus dat is een stuk lager dan tabak. Cocaïne is nog ietsje hoger, 10,4 van 100.000 mensen die overlijden aan cocaïnegebruik. Speed is weer veel lager, die is 2,6. En ecstasy is 1,3. Daar is de registratie ook niet heel goed. Daar hebben ze 1 grote categorie van alle ecstasy, speed, maar ook ephedra. Misschien zit zelfs cafeïne erin, alle soort van uppers. Waarschijnlijk omdat het zo weinig voorkomt, registreren ze dat in 1 categorie. Dus dat weten we niet heel precies. Maar dit zijn ongeveer de beste schattingen. Dus dan zie je dat de kans dat je overlijdt aan ecstasy is ongeveer 1/6 van de kans dat je overlijdt aan alcohol als je alcohol gebruikt. En voor alcohol is gewoon reclame op tv. Zegt fascinerend, hoe meer ik hiermee bezig ben, hoe fascinerend ik dat vind, zeg maar, hoe onredelijk dat eigenlijk is. Is die 8,1 dan 100.000 mensen of 100.000 mensen die alcohol gebruiken? 100.000 mensen die alcohol gebruiken, ja.
Ja, want anders zouden ecstasy en speed nog zeer belaagd zijn. Ja, nou, dit zijn niet mensen die eraan overlijden. Ja. Dit is het aantal sterfgevallen per jaar, gedeeld door het aantal gebruikers. En dan omgerekend naar per 100.000. Ja. Er is ook meegerekend, bijvoorbeeld darmkanker. Ja, het is niet altijd alles meegerekend, want het wordt allemaal op een of andere manier geregistreerd. Bij alcohol bijvoorbeeld is een onderschatting, omdat daar sterfgevallen in het verkeer niet zijn meegenomen. Dus dit is de overlijden elk jaar volgens deze schatting, in de Nationale Drugmonitor 2017, 864 mensen of zo zijn in 2016 dan. Oh nee, 2017. In 2017 zijn 864 mensen geregistreerd als overleden aan primair aan alcoholgebruik. Maar die 1500 of 2000 of zo die in het verkeer zijn overleden omdat ze hadden gedronken of omdat iemand anders had gedronken, zit daar dus niet in. Dus dit is een onderschatting. En bij ecstasy heb je dat natuurlijk wat minder, omdat ja, waarschijnlijk deelt omdat mensen minder rijden, maar het is ook geen downer, dus het heeft waarschijnlijk wat minder negatieve effecten als je gaat rijden. En mensen worden gewoon niet agressief, wat heel erg scheelt natuurlijk. Dit is een grafiek van David Nutt. Die heeft met een aantal experts heeft hij een paar rondes gedaan. Een zogenaamde Delphi-studie is dat. Dat je met experts informatie deelt om tot consensus te komen. In dit geval over hoe schadelijk middelen zijn. En die hebben gekeken naar twee factoren. Hoe schadelijk is het voor de gebruiker en hoe schadelijk is het voor de omgeving, voor de maatschappij. En dan zie je dat bijvoorbeeld ecstasy, die staat bijna helemaal achteraan. Dat is de drie na minst schadelijke, zeg maar. Paddenstoelen zijn de minst schadelijke in die lijst. Want dat is ook logisch, dat is gewoon, dat doen mensen sowieso al niet heel vaak natuurlijk. Maar het heeft ook verder geen gezondheidseffecten, dat we nou al. Dus ja, het is een redelijk veilig middel. Alcohol is in deze lijst de hoogste. Het RIVM heeft een soort gelijke exercitie gedaan in Nederland. En er komt ongeveer hetzelfde lijstje uit. Behalve dat crack en heroïne. Crack, cocaïne en heroïne stonden daar bovenaan. En dan alcohol en tabak. En dan de rest. Dit is natuurlijk wat lastiger, omdat deze schattingen volgens mij niet zijn gecorrigeerd voor het aantal gebruikers. Dus dit is gewoon hoe schadelijk is het middel in de maatschappij. En daarom staat alcohol deels zo hoog, omdat 80% van de mensen dat gebruikt. Koffie is toch niet in dat lijstje. En dat komt omdat, wat ik aangaf, koffie gezond is. Behalve die caveat, die nuancering die ik wil aanbrengen. Er zit één ding in koffie wat wel slecht is, for all we know, en dat heet cafestol. Weet ik via de Consumentenbond, want die hadden daar een verhaaltje over. Cafestol is gevaarlijk, zeg maar. Dat is ongeveer het enige waarom je niet de hele tijd koffie moet drinken. Cafestol is een stofje, dat is een vetachtig stofje wat in de schil van koffiebonen zit. Maar dat wordt uitgefilterd door papier. Dus als je filterkoffie drinkt, of Senseo, dan is het goed. En een percolator, zo'n heel ouderwets ding waarbij door een metalen ding naar boven gaat. En dan niet zo'n mokka ding, maar echt een percolator. Daar om een of andere reden... Niemand weet kennelijk waarom, wordt de cafestol ook uitgefilterd. Maar bij Nespresso of Espresso wordt de cafestol niet uitgefilterd. Dus als je die koffie drinkt, dan mag je eigenlijk max 2-3 kopjes per dag drinken. Want anders dan krijg je iets van cafestol binnen en dan wordt het wel weer ongezond. Filterkoffie mag je zoveel van drinken als je wil. Behalve die nuancering, is koffie dus gewoon goed voor je. Het enige middel wat ik ken, zeg maar, waarvan we echt wel redelijk zeker weten, omdat er heel veel onderzoek is gedaan, dat het per saldo gewoon beter voor je is om het te gebruiken dan niet te gebruiken. Wie wist dat filterkoffie goed is en niet gefilterde koffie? Jullie wisten het gewoon allemaal al. Dat is omdat ik je aflevering van de Universiteit van Nederland heb gezien. Okay. Ik weet het wel van jou. Oké, dat is nog een beetje. Dus dan hoef ik het briljante trucje wat ze daar toen hebben bedacht en wat ik sindsdien elke keer gebruik ook niet meer te doen. Had jij die ook gezien of niet? Ja. Dus doe ik het alsnog. Die aflevering van de Universiteit van Nederland? Ik heb wel een stukje gezien. Sorry? Ja. Dus wat ik toen deed, dat werkt echt altijd supergoed. Behalve dan hier waarschijnlijk. Dus dan vraag ik aan mensen van, oké, nu heb ik het uitgelegd. Wie hier drinkt wel eens espresso of Nespresso? En allemaal van, ja, ik. En dan vraag ik, wie gaat daar nu mee stoppen en van nu af aan alleen nog maar filterkoffie drinken? En dat is natuurlijk niemand. Want er zijn superveel redenen om dat niet te doen. En dat is als voorbeeld om mensen duidelijk te maken dat kennis... Die heel belangrijk is voor gedrag. En risicoperceptie, wat je weet over hoe gevaarlijk iets is ook niet heel belangrijk voor gedrag. En dat is ook zo, zeg maar. Maar dit is een handig voorbeeld, omdat mensen dat dan zelf ervaren. Dus, terug naar het uitgaansleven en dat middelengebruik en hoe dan wat aan. Nou, dat doen we met campagnes, met interventies. Er zijn heel veel van. Ik zal twee voorbeelden noemen.
Unity is een zogenaamde peer education interventie. Die is gebaseerd in Amsterdam, maar sindsdien nationaal gegaan. Dus Novadic Centrum bijvoorbeeld hier in Brabant, die hebben ook een Unity afdeling. Dat zijn jongeren in het uitgaansleven die zelf vaak ook middelen gebruiken. En die staan dan op bijvoorbeeld dancefeesten achter een steentje. En dan kan iedereen daar naartoe en die kan vragen stellen. En die zijn dus getraind in middelengebruik, combinaties, wat dat nou precies doet. Hoe je dat zo gezond mogelijk doet. En die geven dan een voorlichting. Dat is handig, want dat is, zoals dat heet, tailored. De communicatie wordt perfect afgestemd op degene die daar aan de andere kant van de stand staat. Dus dat is heel erg krachtig. Maar het nadeel is dat je mensen nodig hebt. Dus het bereik is veel beperkter dan een massamediale interventie. Bovendien, zo'n interventie, de boodschap die je daarvoor kondigt, die kun je natuurlijk ook verbeteren. En aanpassen aan nieuwe middelen en waarom mensen nou eigenlijk moeten doen. Zodat die peers maximaal effect hebben om te zorgen dat mensen zo weinig mogelijk risico hebben. Nou, dat is, daar hebben we een oplossing voor die ik zo presenteer. Dat is één campagne. Dus dat is een voorbeeld van een campagne die vrij intensief is. Maar die dus ook vrij kostbaar is en niet heel breed uitgevoerd worden. Celebrate Safe is bijna het omgekeerde. Dat is een hele brede campagne in het uitgaansleven nu. Dat is een publiek-private samenwerking die zijn oorsprong vond bij AD&T. Iemand bij AD&T dacht op een gegeven moment, die hele grote danceorganisatie, die dacht op een gegeven moment van wij hebben hier ook een verantwoordelijkheid. Laten we die nemen. En die hebben dit toen samen met de Jellyneck gelanceerd. En het idee van Celebrate Safe, toen nog, was dat er 10 pijlers waren, eigenlijk 10 uitspraken, met een tekstje erbij over hoe je gezond uitgaat. En dat is nu uitgebreid tot een groot netwerk van clubs en festivals en preventieorganisaties die elkaar daar allemaal in vinden. En die dus kunnen zorgen voor effectieve preventie in het uitgaansleven. En het voordeel van Celebrate Safe is dat de branche het kent. Die hangen namelijk allemaal banners op van Celebrate Safe. En dat vindt de gemeente natuurlijk fijn. En ze stralen daarmee uit dat ze de verantwoordelijkheid nemen voor hun bezoekers. Dus dat is goed. Het publiek kent het daardoor ook, want dat hangt op heel veel van die feesten. Dus die komen dat helemaal tegen. Dus dat is handig. Maar het nadeel is natuurlijk dat je met zo'n banner, dat doet niet zoveel. Het is niet dat als je een zin ergens ophangt, dat mensen dan iets anders gaan doen. Dus dat is een soort omgekeerde extreem van een campagne. Nou, daartussenin zit natuurlijk van alles. Er zijn filmpjes, er zijn apps, er zijn websites. Er zijn allerlei andere campagnes, programma's die worden bedacht om te zorgen dat mensen wat gezonder met bijvoorbeeld middelengebruik, maar ook met sporten omgaan. Blessures worden ook campagnes voor gemaakt, etc. Nou, wat ik nou ga presenteren is Party Panel. Een Party Panel is een semi-panelstudie in het uitgaansleven, waarbij we elk jaar van een verschillend uitgaansleven gerelateerd risicogedrag in kaart brengen waarom mensen dat nou doen. Of waarom de mensen die het niet doen, het niet doen. En het idee daarvan is dat die antwoorden op die vragen, die kunnen dan gebruikt worden door interventieontwikkelaars om effectievere interventies te maken. Het idee van preventie is een beetje, je hebt twee dingen. Je hebt natuurlijk de omgeving. Dus als je iemand in het uitgaansleven hebt, als er geen sigaretten beschikbaar zijn en niet gerookt mag worden, dan gaat het roken natuurlijk omlaag. Als de temperatuur op dancefeesten niet te hoog wordt en niet te laag, goed gereguleerd wordt, heb je minder slachtoffers. En bij ecstasygebruik, de schade, de neurotoxiciteit, is een functie van de lichaamstemperatuur. Dat is ook weer een beetje tricky, want als je ecstasy gebruikt, dan worden de effecten ook wat heftiger als je warmer hebt. Maar de kans op schade is dus ook wat groter. Dus het idee is, als je ecstasy gebruikt, dan moet je chillen, niet de hele tijd gaan dansen. En de temperatuur op zo'n feest moet dus niet hoog zijn. Dus een organisatie kan goed die temperatuur reguleren. En dat verlaagt dan de kans op schade en op risico's. Nou, je kunt gratis condooms verstrekken. Dat helpt heel erg. In gay sauna's bijvoorbeeld wordt het nu steeds meer, volgens mij al best wel lang, veel gedaan. Want de kans dat mensen condooms gebruiken is natuurlijk groter als die daar gewoon liggen. En als je oordopjes verschaft op festivals, is de kans dat mensen die in doen nog groter dan als je niet verschaft. Nou, dat zijn allemaal omgevingsinterventies die je kunt toepassen. Dat is al lastig genoeg om te bereiken, maar zelfs als je dat doet, komt er uiteindelijk op neer wat mensen daar vervolgens mee doen. Dus mensen hebben allemaal gedachten eigenlijk, mensen hebben een psychologie. En die inhoud van die psychologie, die bepaalt uiteindelijk hun gedrag. Gedrag wordt aangestuurd dat je motorcortex, die zit ongeveer in het midden daar. Tenminste gedrag, al het zichtbare gedrag, en dat is het gedrag waar we het over hebben als het over preventie gaat. En die motorcortex wordt alleen maar aangestuurd door andere hersendelen. Noodzakelijkerwijs moet je dus iets met die hersenen, deel je gedrag van mensen veranderen. Dat is de enige mogelijke manier. Zelfs met omgevingsinterventies is wat mensen uiteindelijk doen uitsluitend bepaald door hun hersenen. Want als zij iets zien in de omgeving, dan wordt dat eerst verwerkt. En daardoor doen ze dan wel iets anders. Maar je moet altijd door die hersenen. Mensen denken daar wat van, mensen hebben gevoelens, mensen hebben gewoontes, etc. Dus het is onvermijdelijk dat je iets in die hersenen moet veranderen. Op een of andere manier wil je gedrag veranderen. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld denken, als ik een hoge dosis ecstasy gebruik, dan raak ik meer in mezelf gekeerd. Mensen die dat denken, dat is ook zo, dus mensen die dat weten, snappen, de kans dat die hoger doseren is natuurlijk wat lager. Tenzij ze het fijn vinden om meer in zichzelf gekeerd te raken.
Als mensen weten waar ze hun ecstasy kunnen laten testen, is de kans dat ze dat doen groter dan als ze dat niet weten. Nou, het is ook belangrijk dat mensen naar de EHBO gaan als ze een probleem hebben. Dit is eigenlijk vooral, weten we inmiddels, een probleem bij buitenlanders. De meeste Nederlanders doen dat wel gewoon. Buitenlanders natuurlijk niet. Toeristen in Nederland, bij het Amsterdam Dance Event bijvoorbeeld, die moeten wij leren, dus daar zijn campagnes voor, om toeristen te leren. Als je naar de EHBO gaat, is dat oké. Dan word je niet opgepakt. Want die gaan niet. En dan is de kans op sterfte natuurlijk veel groter. Omdat... Ja, hallucinogeen. Ja, effect. Was een van de effecten bij ecstasy. Ja, dat kan natuurlijk wel bewustzijnsveranderend. Kun je heel veel, verstandig naar zo'n feest gaan en zeggen: oh, ik kan, als ik dit en dit en dit aan me toe heb, geen risico. Ja. Maar in hoeverre wordt dan het woord gedraaid toch een bepaald? Ja. Dat kan deels gebeuren. Dus het is ook belangrijk om mensen te vertellen om op elkaar te letten. Dus als iemand slecht gaat omdat hij te veel gebruikt, dan is de bedoeling dat de vrienden van die persoon meenemen naar de EHBO. Dat is een van de slogans van Unity ook. Think for yourself, care about others. Dat is een beetje het idee. Dus als mensen het idee hebben dat de dag of de avond verpest wordt als ze naar de EHBO gaan, dan is de kans dat ze dat doen natuurlijk wat lager. Dus dat betekent dat het belangrijk is dat het niet verpest wordt, zoveel mogelijk. En dat mensen dus ook weten dat het niet verpest wordt. Dat is een probleem, ja. Ja. En daar zou meer, nog meer voorlichting op moeten komen. Nou ja, dat is niet straks reguleren. Dus eigenlijk bent u visueel. Een probleem is een beetje in Nederland, of in alle landen, ecstasy en veel van die andere uitgaansdrugs, recreatieve drugs, zijn illegaal. En dat betekent dat er gewoon weinig normen zijn over wie dat doet. En weinig gelegenheden zijn om tegen mensen te zeggen van... Kies een middel en gebruik dat, maar ga niet mixen, want mixen is echt heel slecht. Dus dat is de boodschap wel, polydrukgebruik is slecht. Maar het zou veel makkelijker zijn als het legaal was. Maar inderdaad, als mensen eenmaal heel veel gebruiken, dan wordt het op een gegeven moment heel lastig natuurlijk nog om te reguleren op een gegeven moment. Dus het klopt absoluut dat een van de boodschappen is ook niet combineren. Als je ecstasy gebruikt, ga dan niet drinken. Gebruik zeker geen speed of cocaïne, want dat is helemaal gevaarlijk, omdat die deels op dezelfde neurotransmitters werken. Dus, en dat is een van de gedragingen die we misschien dit jaar met Partypanel nog gaan onderzoeken. Waarom mensen dat combineren doen. Ja, het blijft lastig, want je hebt ook beperkte middelen. Te weinig goede preventie natuurlijk. Okay. Dus, bij al die verschillende omgevingsfactoren en wat verschillende gedragingen spelen, allerlei gedachten die mensen hebben. En uiteindelijk, wat mensen doen, wordt dus bepaald door die gedachten. Gedachten definieer ik dan wat breder, zeg maar. Een gewoonte zou je dan ook als een gedachte bijna kunnen zien. Basically, een gedachte is een klein elementje van iets in iemands hoofd. Dus het gaat uiteindelijk om de hersenen van mensen. Wat we zouden moeten kunnen, en kunnen, is in die hersenen dingen veranderen. En dat gaat via leren eigenlijk. En mensen kunnen leren, gelukkig. Maar het is nog niet zo makkelijk. Dus ik zal nu een voorbeeld laten zien van een van de manieren waarop mensen en andere organismen kunnen leren, die we gebruiken in preventie. En dan zal ik aan de hand daarvan ook uitleggen waarom het nog niet zo makkelijk is om het in te zetten in een campagne. Dus dat doe ik aan de hand van Fred Finstone. Dit is een filmpje wat ik ook had gezien tijdens de studentendag, zeg maar. Met Fred Finstone en Barney. Ik zal hem al zo een keer uitschrijven of zo. Dus ik zal hem nu laten zien. Het is maar een heel kort filmpje, want dat is heel veel werk in PowerPoint. Oké, Barney is nu dood. En dat is heel sneu voor Barney. Maar fijn voor ons, want dat maakt het mogelijk om te laten zien dat Fred Flintstone nu snapt dat hij niet dat bosje in moet. En vicarious learning. Mensen en andere organismen hebben inmiddels geleerd om niet uitsluitend via trial and error te leren, maar om te leren via observatie van anderen. En dat is natuurlijk super krachtig, want je kunt ontzettend veel sneller leren als je niet alles meer zelf uit hoeft te proberen, maar gewoon kunt kijken van nou, iemand doet iets. En die wordt daarvoor beloond of zo. Die krijgt daardoor eten. Dus dat moet ik ook maar eens proberen, want dan krijg ik misschien ook eten. Dus het is heel simpel. En het is ook heel vroeg geëvolueerd. Dus de meeste diersoorten kunnen dat ook gewoon, maar wij ook. En dat kun je gebruiken. Dat kun je gebruiken in een methode bijvoorbeeld die modeling heet. Gebruik van rolmodellen. Maar dat is natuurlijk nooit geëvolueerd om in preventiecampagnes te laten gebruiken. Dat is geëvolueerd omdat de dieren die dat konden, de mutatie of de predispositie om dat op die manier te doen, werkte gewoon goed.
Dus die kregen meer nakomelingen. En dieren die alleen maar zelf via trial and error konden leren, die liepen dus allemaal een bosje in. En die kregen geen nakomelingen meer. Dus die leerprocessen die we hebben, die basale leerprocessen, die hebben wij niet om als een soort knopjes die we kunnen gebruiken bij gedragsverandering. Daarom komt het heel erg nauw om die goed te gebruiken. Modeling bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk dat mensen zich kunnen identificeren met het model. Dus als het model een soort van bekende Nederlander is, dan werkt het gebruik van rolmodellen vaak al niet. Want dat model kan dan best het goede gedrag laten zien en die kan er zelfs voor beloond worden. Dus je kunt de rest van de voorwaarden kun je goed regelen. Maar het publiek die heeft dan donders goed door dat wat voor die bekende Nederlander geldt, omdat die in zo'n onvergelijkbare positie zit, niet voor die persoon zelf zal gelden. Dus je moet altijd zorgen dat je een rolmodel hebt waar het publiek zich mee kan identificeren, of het publiek de doelgroep. Andere belangrijk is dat het model bekrachtigd moet worden. Dus die moet laten zien, het moet het juiste, het wenselijke gedrag laten zien en die moet daarvoor bekrachtigd worden. Want waarom zou iemand iets gaan doen als er geen beloning voor is? En een derde is dat het een zogenaamd copingmodel moet zijn. Dat hangt bijna een beetje samen met die eerste, met hoe realistisch het is. Dus als je een interventie hebt om te stoppen met roken voor een zwangere vrouw, en je hebt iemand die zegt, dat is dan geen celebrity, dat is gewoon een normaal mens waar mensen zich mee kunnen identificeren. En die wordt daarna bekrachtigd en die zegt dan van, ja, ik werd zwanger en ik moest stoppen met roken en ik rookte 2 pakjes per dag. Maar ja, ik moest stoppen, dus toen ben ik gestopt en nu ben ik heel gelukkig. Dat werkt niet, want de doelgroep denkt dan van, aha, ik heb ook al 24 keer geprobeerd te stoppen en dat ging nooit zo. Dus het moet niet een mastery model zijn, niet een model wat het gewenste gedrag gewoon zomaar even doet. Het moet een model zijn wat er ook mee worstelt. Dat biedt ook meer gelegenheden om de doelgroep te laten zien hoe je dan met die obstakels en barrières omgaat. Dus voor die gedragsveranderingsmethoden die gebaseerd zijn op leerprocessen die mensen al beheersen, zeg maar, die mensen, de manieren waarop mensen leren, die kun je toepassen in interventies, maar er zijn allemaal voorwaarden bij om dat te doen op een manier dat het werkt. En we hebben heel veel van die methodes. Er zijn allemaal lijsten van. Er is één lijst van 99 methodes die ik waar ik zo het artikel van laten zien. Conditionering is een methode die veel mensen wel kennen. Van Pavlov met zijn hondje. Sociale vergelijking is ook een methode die wel veel gebruikt wordt. Dat je zegt van, bij studenten kan het gebruikt worden bijvoorbeeld. Die denken vaak dat de meeste studenten drinken. En veel drinken, maar dat valt heel erg mee. En dat kun je ze dus uitleggen. Kun je zeggen van, nou, mensen drinken gemiddeld zoveel. Dan denken ze van, dan hoef ik dus ook niet zoveel te drinken. Verschillende soorten methoden die je kunt gebruiken om je op verschillende zogenaamde determinanten te richten. En een determinant is eigenlijk gewoon een psychologische variabele, maar dan de naam voor een psychologische variabele in de context van gedragsverandering. Een determinant is een psychologische variabele waarvan het idee is dat die gedrag voorspelt. Die determineert gedrag. Dus die psychologische variabele noemen we determinant. Dus stel dat je onderzoek doet naar gedrag en het blijkt dat mensen met een bepaalde persoonlijkheidstrek, bijvoorbeeld mensen die heel extravert zijn, dat die dit gedrag vaker uitvoeren, dan zou je dat niet langer een psychologische variabele noemen of een construct, maar dan noem je het in de context van dat onderzoek, zou je het een determinant noemen. Dus het zijn gewoon psychologische variabelen. En die psychologische variabelen, zijn er ook heel veel van, met allemaal verschillende theorieën, dat zijn eigenlijk gewoon definities die gelijksoortige gedachten, gelijksoortige aspecten van de menselijke psychologie, bij elkaar pakken. Dus één daarvan is bijvoorbeeld zelfeffectie of eigen effectiviteit. Dat gaat erover hoe goed ik denk dat ik iets kan. Dus met stoppen met roken bijvoorbeeld is een goed voorbeeld, omdat de meeste rokers, die hebben al een paar keer geprobeerd te stoppen. En die hebben ervaren dat het moeilijk is. Dus hun self-efficacy is relatief laag. Die hebben het idee dat ze niet goed kunnen stoppen met roken. De kans dat ze dus nog een keer gaan proberen is wat laag. Een andere is subjectieve norm. Dat heet subjectieve norm, omdat het de norm is, maar niet de norm zoals die bestaat, maar de norm zoals ik hem subjectief ervaar. Dus of ik denk dat andere mensen willen dat ik iets doe. Of dat ik denk dat andere mensen zelf iets doen. Wat niet altijd hetzelfde is als wat andere mensen echt vinden. Nou, attitude is een laatste die ik zal noemen. Gaat over de evaluaties van gevolgen van het gedrag. Dus als je denkt van, als ik actie gebruik, dan voel ik me heel gelukkig. En ik vind het fijn om me heel gelukkig te voelen. Nou, dat is een representatie van de wereld. Het gaat over een gevolg van een gedrag. En dat heeft natuurlijk invloed op of je dat gedrag uitvoert. Als jij denkt, als ik veel actie gebruik, dan ben ik meer in mezelf geïsoleerd. En ik vind het onprettig. Dan is de kans natuurlijk wat lager. Dus je hebt verschillende soorten overwegingen, gedachtes, associaties, gewoontes in je hoofd. En psychologische theorieën die beschrijven clustertjes daarvan in wat we dan determinanten noemen. En die verschillende soorten determinanten, daar zijn verschillende methodes voor, die kunnen werken om elk van die soorten determinanten te beïnvloeden. Om mensen iets te leren over zo'n stukje van de psychologie. Ik zal een voorbeeld laten zien van hoe complex dat kan worden als je erin duikt. Aan de hand van
als angstaanjagende voorlichting. Een beetje een angstaanjagend model misschien, dus pas op. Dus stel dat je een angstaanjagende voorlichting, een angstaanjagende interventie hebt, bijvoorbeeld plaatjes of pakjes sigaretten of een interventie over ecstasy gebruik, dan beïnvloedt dat twee dingen bij mensen als het goed is. Hun waargenomen ernst van een dreiging, de severity, en hun waargenomen kwetsbaarheid dat het ook met hun gaat gebeuren. En die twee worden dan gecombineerd en daar komt een soort van waargenomen dreiging uit. En die dreiging kan natuurlijk hoog of laag zijn. Dus bijvoorbeeld als je niet rookt, kanker is heel erg, dus de severity is heel hoog. Maar als je niet rookt, dan is je susceptibility op longkanker veel lager. Dus dan ervaar je geen dreiging. Als je wel rookt, ervaar je wel dreiging. Die dreiging wordt verwerkt en dan wordt er, zeg maar, gekeken in je hoofd. Is die dreiging hoog of niet? En als de dreiging niet hoog is, dan stop je gewoon, want je hebt betere dingen te doen. Als de dreiging wel hoog is, dan gebeuren er een aantal dingen. Je bent je bewust van een gevaar. Je ervaart dus ook angst. En je start een proces wat efficacy appraisal heet. En dat betekent dat je na gaat denken over wat je er dan vervolgens aan kan doen. En dat bestaat ook weer heel mooi uit twee elementen. Heel mooi symmetrisch model. Namelijk je zelf-efficacy. Daar hadden we het net al over. Hoe goed je een gedrag uit kunt voeren. Neem bijvoorbeeld stop met roken. Dat is daar vrij laag. En de respons-efficacy. Hoe goed is dat gedrag in het verlagen van de dreiging? Dus stop met roken is redelijk goed in het verlagen van de dreiging. Dus als je stopt met roken en je begint niet weer, dan neemt die dreiging op longkanker ook weer heel snel af. Of heel snel, over de jaren heen neemt dat af. Dus die respons-efficacy is wel hoog. Rokers hebben wel een gedrag ter beschikking wat ze kunnen uitvoeren wat het risico verlaagt. Maar ze realiseren zich vaak, of hebben in ieder geval de indruk, dat ze dat gedrag niet kunnen uitvoeren. Dus hun zelf-efficacy is laag. En dat betekent dat hun algehele efficacy, hun algehele idee over hoe effectief ze er wat aan kunnen doen, die is heel erg laag. Je hebt daar nu over mindfulness aan roken gebruiken. Ja. Nee, dit gaat niet over mensen die niet gebruiken, ja, bijvoorbeeld die het dreigen. Ja. Nee, het gaat alleen over angstaanjagende communicatie, wat dan wordt ingezet bijvoorbeeld om te zorgen dat rokers stoppen met roken. Dit model, het Extended Parallel Process Model, gaat alleen over hoe mensen dreigende informatie verwerken. Nou, het idee van theorieën is een beetje dat die allemaal, dat is de definitie ook van theorie een beetje, die gaat over een heel klein stukje van de realiteit, die versimpelt dat en probeert dat te verklaren. Als jij werkt in een specifieke toepassing, met één middel en één doelgroep, dan kun je verschillende theorieën aan elkaar gaan koppelen. En dan kun je zo'n soort model gaan bouwen. Dat is niet echt meer een theorie, dat is meer wat we een logic model noemen. En dat is verder ook niet bruikbaar, behalve in jouw hele specifieke situatie. Maar wel heel nuttig om te doen als jij in die situatie werkt, natuurlijk. Maar dit zijn dus theorieën die over specifieke stukjes van de menselijke psychologie gaan. Er is geen theorie die gedrag in het algemeen, wat ook wel logisch is. Want als je bij jezelf nadenkt, mensen zijn gewoon super ingewikkeld. Dus we hebben nog geen idee over hoe we dat groter zouden moeten aanpakken. Dus we hebben allemaal kleine theorietjes over kleine stukjes van menselijk gedrag. Dus bij die efficacy, als je daar eenmaal over hebt nagedacht, soort van, als je die hebt appraised, dan krijg je weer zo'n beslismoment. Is mijn efficacy hoge vraag? Dus is er iets wat ik eraan kan doen en kan ik dat ook? Als dat zo is, dan start een proces wat danger control heet. Oftewel, je gaat iets aan de dreiging doen. Precies wat je wil. Je krijgt gewoon gedragsverandering. Dus in het geval van ecstasy gebruik bijvoorbeeld, als je daarover communiceert, gaan mensen pillen breken in kleinere stukjes, zodat ze lager kunnen doseren. Als mensen nou tot de conclusie komen dat ze geen hoge efficacy hebben, maar lage efficacy, dan krijg je een ander proces dat heet fear control. Want mensen ervaren nog steeds die angst, maar ze kunnen er niks aan doen. Maar ze willen niet de hele tijd zich anxious voelen. Dus wat je dan wel moet doen, is dat je die dreiging anders gaat waarnemen. Dus dan gaan mensen denken van, ja, maar ik rook dan misschien wel, of ik gebruik dan misschien wel heel hoge doseren ecstasy, maar ik eet heel veel broccoli. Of ik sport wel veel. Of mijn opa is 92 en die rookt al jarenlang een pakje per dag. Dus dan krijgen mensen allemaal andere gedachten om die dreiging te kunnen bagatelliseren. En dat is natuurlijk heel logisch als proces. Dat is ook goed dat we dat doen, want anders dan word je heel snel ongelukkig. Want ze doen allemaal een paar dingen, zoals ik ken bijvoorbeeld mensen die drinken gewoon espresso of Nespresso. Levensgevaarlijk. dus het is goed dat we dit allemaal hebben, maar dat betekent dus wel dat als je over dreiging wil communiceren, dat wordt heel lastig. Want juist de doelgroepen die moeilijk gedrag kunnen veranderen, en meestal als je als gedragsveranderingsexpert erbij wordt geroepen, gaat het over een gedrag wat moeilijk te veranderen is in een doelgroep waar je moeite mee heeft, betekent dat dus dat je niet over de gevolgen, de negatieve gezondheidsgevolgen kunt communiceren. Nou, dit is waarom angstaanjagende voorlichting dus vaak niet werkt. Omdat het zich meestal richt op een doelgroep die juist moeite heeft met dat gedrag. Op effectivebehaviorchange.com, een link die op de laatste slide ook staat,
link ik onder andere naar dit artikel, mocht je dit interessant vinden. Daar zit een lijst bij van die 99 methoden en hoe je die dan precies gebruikt en op wat voor soort determinanten die werken. Dus je slaat ook op de laatste slide en hebben we opgenomen. EffectiveBehaviorChange.com. Dus we hebben een aantal determinanten. En die determinanten zijn dus een soort van clustertjes van gedachten. Als je een interventie ontwikkelt, dan kan die interventie natuurlijk niet communiceren op het abstracte niveau van die clustertjes, op dat abstracte niveau van attitude of self-efficacy. Zo'n interventie, zo'n campagne, moet gewoon expliciete boodschappen bevatten. Dus je moet gewoon op een heel specifiek niveau communiceren. Dus je moet weten wat voor soort gedachten er nou precies onder zitten en belangrijk zijn voor dat gedrag. Dus bijvoorbeeld wat ik al een paar keer noemde, dat je met een hoge dosis ecstasy meer in jezelf gekeerd raakt. Dat valt dus bijvoorbeeld onder attitude. Het idee dat als je hebt gedronken, dat je makkelijker vergeet om oordopjes in te doen, valt onder self-efficacy. Het gaat over hoe goed je iets kunt. En het idee, de gedachte, wat misschien wel zo is, dat je vrienden over het algemeen oordopjes gebruiken, dat valt dan onder die subjectieve norm. Dus die dingen moet je allemaal in kaart gaan brengen, wil je uiteindelijk iets kunnen ontwikkelen wat kans maakt om te zorgen dat mensen zich gedragen. En ik ga nu, dit wordt het meest complexe stukje van de lezing. Dit gaat over iets wat pragmatisch nihilisme heet. Marieke kent dat al lang. Want die determinanten en andere psychologische variabelen, die zitten natuurlijk niet in ons hoofd ergens. Het is niet dat je hier ergens attitude hebt zitten, dat je daar ergens self-efficacy hebt zitten. Dat zijn een soort metaforen die wij als wetenschappers gebruiken om te kunnen praten over aspecten van de menselijke psychologie. Maar in principe zijn dat gewoon samenvattingen, een soort van clustertjes, van allemaal specifieke representaties van de wereld die mensen hebben. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld van een doelgedrag, kunnen ze dat plezierig vinden of minder plezierig. Ze kunnen dat interessanter vinden of minder interessant. Ze kunnen het schadelijker vinden of minder schadelijk. Waarbij zelfs die dimensies niet heel erg belangrijk zijn. Die zijn gewoon handig omdat wij taal gebruiken om over te communiceren. Maar dat hele kleine niveau, dat komt veel dichter in de buurt met hoe we dat representeren. En een theorie, die zegt alleen maar, dat clustertje van dingen samen, dat noemen we attitude. En die heeft dan vaak meerdere determinanten, meerdere variabelen. Dus je hebt bij attitude heb je een deel van de attitude gaat over de ervaring. En een deel van de attitude gaat over doelen die je kunt bereiken. Dus bij ecstasy bijvoorbeeld kun je zeggen van, als ik nu ecstasy gebruik, dan voel ik me blij. En dan ben ik socialer, dan heb ik een leuke avond. Tegelijkertijd heb je andere gedachten. Als ik nu ecstasy gebruik, dan is er een kans dat ik vannacht niet zo goed slaap. En morgen moet ik eigenlijk nog iets doen voor mijn werk. Of over 2 dagen heb ik dan misschien last van een serotonine dip. Of als ik nu ecstasy gebruik, dan kan ik eigenlijk niet drinken. En er zijn die en die vrienden zijn erbij en die drinken. En dan zitten we niet meer op hetzelfde level. Dus mensen hebben allemaal verschillende overwegingen die in die determinanten en subdeterminanten te delen zijn. En een theorie doet eigenlijk niet heel veel meer dan zeggen, dit clustertje noemen we zo, dat clustertje noemen we zo, dat clustertje noemen we zo. En die zegt ook hoe ze dan vervolgens samenhangen. En dat kun je representeren op deze manier, met allemaal bolletjes die verbonden zijn. Waarbij die clustertjes eigenlijk een soort blobjes zijn van de relevante bolletjes. Maar je kunt het ook op deze manier representeren, wat vaker in tekstboeken staat. Dat je gewoon boxjes hebt met die variabelen en pijltjes hoe ze elkaar beïnvloeden volgens die theorie. Maar het is in principe dus dezelfde aanpak. Het doel van PartyPanel is nou om alle bolletjes in kaart te brengen. Eigenlijk zou dat het doel moeten zijn van elk interventieontwikkelingstraject. Je moet gewoon alle bolletjes hebben. Je moet gewoon weten welke aspecten van de menselijke psychologie zijn allemaal relevant voor dit doelgedrag. En het zijn allemaal theorieën die je daarbij kunt gebruiken. En het is super belangrijk om theorieën te gebruiken. Maar welke theorieën je gebruikt maakt minder uit dan dat je alle bolletjes op een of andere manier afdekt. Dit is onderdeel van het intervention mapping. Ook, ja. Zoals ik het hier beschrijf, is onderdeel van het pragmatisch nihilisme, waar ook een link naar staat op het einde. En dat gaat wat meer in het fundament en de theorie, zeg maar. Maar het idee dat je inderdaad de zogenaamde change objectives in kaart moet brengen. Dat je in kaart moet brengen op een gedetailleerd niveau, waarom mensen doen wat ze doen. En dan moet nadenken over, wat wil ik eigenlijk dat ze dan denken? En hoe bereik ik dat? Dat is heel erg intervention mapping. Okay. Dus het idee is een beetje, als je gedrag wil veranderen, is het vooral belangrijk dat je mensen snapt met betrekking tot het gedrag. Oftewel, dat je alle bolletjes kent. En theorieën helpen daarbij, want die zeggen van, 1 belangrijk cluster aan bolletjes gaat over voor- en nadelen. Ander belangrijk cluster aan bolletjes gaat over subjectieve norm. Nou, dat is 1 theorie, de Reasoned Action Approach heet die. Maar er zijn ook andere theorieën, zoals Self-Determination Theory. En dat Extended Parallel Process Model. En het Health Belief Model. En er zijn superveel theorieën. En het maakt minder uit welke je gebruikt, dan dat je de goede bolletjes vindt. Dus je kunt ook theorieën gebruiken, combineren. Waar jij het net over had, in een specifieke situatie.
waarom zou je maar één theorie gebruiken? Want het zou heel toevallig zijn als toevallig de determinanten die worden gedefinieerd door die theorie de enige zijn die belangrijk zijn voor het doelgedrag. Dus als toegepast wetenschapper, toegepast psycholoog, combineer je theorieën zodat je zoveel mogelijk bolletjes pakt. Als fundamenteel onderzoeker, als je echt zo'n theorie onderzoekt, doe je dat natuurlijk niet. Dan onderzoek je gewoon die ene theorie tot in den treuren. Dus het model dat we gebruiken bij intervention, dit is wat er intervention met trouwens, de versimpelde versie, is dat we uiteindelijk willen dat iedereen gelukkig is. Dus we willen de kwaliteit van leven willen we verhogen. En we weten dat gezondheid een belangrijke voorspeller is. Dus vaak richten we ons op gezondheid, ook omdat gezondheid als die laag is, heel veel kosten met zich meebrengt voor de maatschappij. En dat vinden we niet fijn, want we kunnen belastinggeld maar één keer uitgeven, etc. Zowel kwaliteit van leven als gezondheid worden voorspeld door gedrag van mensen. En die worden allebei voorspeld door de omgeving van mensen. Er zijn dus meerdere omgevingsfactoren, maar het gedrag bestaat ook vaak uit subgedragingen. Als je condoom gebruikt bijvoorbeeld, één subgedrag is dat mensen condooms moeten kopen. En ze moeten condooms bij zich dragen. En ze moeten condoomgebruik negotiëren, zoals dat heet. Ze moeten dat met een partner bespreken op het juiste moment. En de redenen waarom mensen elk van die dingen wel of niet doen, en de omgevingsfactoren die belangrijk zijn, zijn natuurlijk anders. De redenen waarom mensen misschien geen condooms willen gaan kopen, zijn heel anders dan waarom ze, als ze met iemand in bed liggen, wel of niet bespreken dat ze condooms willen gebruiken. Dus het is belangrijk om die subgedragingen te onderscheiden. Dus die omgeving beïnvloedt eigenlijk niet gedrag, die beïnvloedt eigenlijk elk van die subgedragingen. En die subgedragingen hebben andere determinanten. En die determinanten, die bestaan weer uit die opvattingen, overwegingen, gevoelens, subdeterminanten noem ik ze meestal. Want binnen verschillende theorieën hebben die dan verschillende namen. En dat zijn de hele specifieke dingen die ik net noemde. De gedachten waar je uiteindelijk op gaat richten in je interventie. Maar waarvan je wel moet weten binnen welke determinanten ze vallen. Want wat heb je nodig om te kijken welke methode je moet gebruiken om kans te hebben om ze te beïnvloeden? Nou, die opvattingen die beïnvloed je dan, als het goed is, met een interventie. Dat zijn toepassingen van die theoretische methode. Van die methode, die strategieën om die leerprocessen van mensen op een of andere manier in te zetten. Dus je hebt abstracte determinanten en je hebt abstracte methoden. En dat is allemaal zeg maar hardcore psychologie. En die determinanten, daarvan moet je de inhoud leren. Dus de bolletjes, zeg maar, de specifieke opvattingen. En dan vervolgens, als je dat dan weet, kun je de methode uitzoeken. Maar die moet je dan nog, omdat ze ook abstract zijn. Modeling kun je op allemaal manieren doen. Dat kun je in een filmpje doen of in een app, als je met mensen gaat praten. Dus dat moet je dan vertalen naar een toepassing voordat het werkt. En die toepassing moet aansluiten bij de doelgroep. En je moet die voorwaarden moet je allemaal in acht houden. En in die toepassing moet je dan die specifieke bolletjes, die opvattingen. Dat is een beetje het idee van gedragsverandering. En dit is het enige voordeel volgens mij wat wij hebben boven marketingorganisaties en Coca-Cola en zo. Die benaderen dat niet op deze manier. Die werken veel met reclamebureaus die een fundamenteel andere manier van werken hebben. Die werken meer met een verhaal, met een narrative. Dus ik hoop dat hier niemand bij zit van... Heineken. Ja, dat gaat nu veranderen. Dus het idee van partypanel, die studie die we doen binnen Celebrate Safe, is dat we die determinanten en die opvattingen van die risicogedragingen in kaart brengen, zodat er nieuwe interventies ontwikkeld kunnen worden of bestaande interventies verbeterd kunnen worden. En bij partypanel starten we dan bij zo'n ronde met het kiezen van een doelgedrag. Dus dat was dit jaar grensoverschrijding in het uitgaansleven. En het jaar daarvoor was het gehoorbeschadiging, dus oordopjes in doen. En het jaar daarvoor was het het bezoeken van de EHBO. En het jaar daarvoor was het gebruik van hooggedoseerde ecstasy, wat ik hier zal presenteren. En dat bespreken we dan met mensen. En als we eruit zijn, dan doen we iets wat een belief elicitation studie heet. Dan praten we met unity peers, dus mensen die zelf eigenlijk een soort van in de doelgroep zitten, die zelf uitgaan. En dan vragen we, waarom denk je dat mensen dit wel of niet doen? En dan krijg je een lijstje. En dat combineren we met theorie en wat we zelf weten. En dan maken we een vragenlijst. En die vragenlijst gaat dan naar de deelnemers in het uitgaansleven. En die vullen we. En dan hebben we de uitkomsten. En op basis van die uitkomsten maken we dan een infographic die teruggaat naar de doelgroep. We informeren de unity peers, zodat die, want die hebben de stot ook meegeholpen, dus die krijgen een soort van als eerste weer het resultaat. En we doen aanbevelingen voor preventie. En de data en alle andere dingen, die worden dan open access, die worden gewoon openbaar gemaakt na 2 jaar. Dat embargo is meer voor tricky onderwerpen. Dus tot nu toe, die van actie gebruikt zijn inmiddels openbaar, maar de andere waves inmiddels ook. Want als er geen reden is om bang te zijn dat de pers ergens opduikt en daardoor indirect weer zorgt voor een hogere kans op repressieve maatregelen, kunnen we het net zo goed gelijk openbaar maken. Dus in deze. Nou, die vragenlijst ziet er ongeveer zo uit. Je kent het wel, een vragenlijst. Er is een partypanel code. Dat is een unieke code die wordt gegenereerd op basis van persoonskenmerken die als het goed is nooit veranderen. Zoals je voornaam, je achternaam, je geboortedatum, je geboorteplaats en je oogkleur. Op basis daarvan wordt een code gegenereerd en die is altijd hetzelfde. Dus als je na een jaar later
die code weer wil hebben, dan kan iedereen dat zelf weer genereren. En dit kunnen we gebruiken, omdat de data anoniem verzameld worden, maar we wel mensen willen koppelen, als het nodig is. En op deze manier kan dat, want je kunt uit die code nooit terug genereren wie je naar richt wilt. Maar mensen kunnen wel zelf hun code steeds weer genereren. Dus je hoeft niet mensen een nummertje te geven wat ze hoeven te onthouden. En ze hoeven ook niet een account te hebben, wat ook heel tricky zou zijn. Want als je dan uitvraagt over illegaal middelengebruik, dan heb jij die data wel. Dus dat wil je niet. Je wil niet dat die data linkbaar zijn aan individuen. Dus daar gebruiken we zo'n code voor. Het idee is dat de partners van Celebrate Safe, de ambassadeurs heet die tegenwoordig, dus de festivalorganisatoren, dat die helpen met de werving door op hun social media kanalen dat te delen. Dit is toevallig een voorbeeld van Open Air was dit. Dat ging heel goed. Die hebben het heel mooi in huisstijl gedaan. Dit is jammer genoeg het enige voorbeeld, want die blijken daar wat minder enthousiast over te zijn in de praktijk. Want het blijkt, kijk, ik werk dus bij een universiteit, hè, en ik werk samen met preventieorganisaties. En wij hebben geen budget voor social media agenda's en zo. Dus mijn collega's bij gezondheidspsychologie, die hebben dan een LinkedIn pagina en een Twitter account. En dat is elke keer een gevecht om content te hebben om dat op te gooien. Dus wij denken altijd van, als wij content geven, dan deelt iedereen dat wel. Maar die professionele organisaties, die hebben gewoon mensen wiens werk het is om content te genereren. En die hebben agenda's en er moet maar net iets bij passen. Dus dat weten wij nou ook. We hebben nog geen oplossing, maar daar zijn we ook achter. Ik heb net de 4 rondes al opgenoemd, dus die kan ik hier skippen. En dit is dan hoe zo'n analyse eruit ziet. Je ziet op elke rij staat 1 specifieke opvatting. Dit gaat alleen maar over attitude. En dan heb je 2 potjes naast elkaar. In het linkerplotje zie je waar elk individu scoort. Dus bijvoorbeeld de bovenste. Mijn ervaring met het gebruik van een hoge dosis ecstasy is slechter tot en met beter. Nou, dan zie je allemaal puntjes hier. Dat zijn alle deelnemers. En je ziet een diamantje. Dat is het gemiddelde. Het betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde. Dus je ziet hier, de meeste mensen scoren eigenlijk een beetje all over the place. Sommige mensen hebben een betere ervaring. Sommige mensen hebben een slechtere ervaring met een hoge dosis. Dat is op zich dus al interessant. Er leeft een soort angst dat iedereen nu heel hoge dosis ecstasy wil gebruiken. Waarschijnlijk dus niet, omdat best wel veel mensen een slechte ervaring daarmee hebben. Dit is interessant, omdat je dus moet weten waar mensen scoren. Ik zal er zo nog een voorbeeld aan geven hoe je dat toepast in preventie. Ja, we hebben hier gevraagd aan mensen van wat ze een hoge dosis vinden. Maar veel mensen testen niet. Nee, maar ik bedoel, als je zo'n pil koopt, dan koop je dat gewoon van delen. Ja, niet bij de apotheek. Nee, nog niet. In Nederland kun je ecstasy laten testen. Ja. En er zijn websites, pillreports.com bijvoorbeeld, waar je pillen op kunt zoeken. Ja, oké, maar zijn ze wel zo goed gemaakt dat die dosis dan altijd dezelfde is? Ja, die dosis zijn redelijk stabiel. Dat is ook wel logisch, want je produceert zo'n pil, zeg maar. Ja. Je produceert heel veel materiaal eigenlijk en dat druk je in pillen. Maar dat is redelijk levend oud natuurlijk. Nou, over tijd en dus in een batch is het wel stabiel. Dus stel, ik weet niet, stel je maakt... Oké, wie heeft Breaking Bad gezien? Oh. Okay. Als je pillen produceert, dan doe je dat niet per pil. Je maakt zeg maar heel veel materiaal, stof, weet ik veel, en dat druk je dan op een gegeven moment in pillen. Dus dan heb je genoeg materiaal voor zeg 100 pillen. Die zijn dan natuurlijk identiek. En dat zijn zeg maar blauwe Facebookjes. Want die pillen hebben vaak vormpjes en logootjes en blablabla. Nou, dan ga je een andere batch maken en dan maak je 100 andere pillen. Die tweede batch is natuurlijk niet identiek aan die eerste. Maar binnen die eerste batch is hetzelfde. Dus wat ze bij het... Ja, dan is hij stabiel. Ja, ja, precies. Samen dan onder een hoge dosis of een lage dosis, zijn daar tabelletjes voor? Van nou, dit zoveel microgram is hoog en zoveel microgram is laag en dit is gemiddeld en dit is matig. Ja, en we hebben daar ook over nagedacht hier bij die vragenlijst. Van hoe doen we dat? Ja. Zeggen wij tegen hun wat een hoge dosis is? Of vragen wij hun wat zij een hoge dosis vinden? En wij hebben voor het laatste gekozen. Dus hebben mensen gevraagd, wat vinden jullie nou eigenlijk een hoge dosis? Dat komt ook in die resultaten straks, komt dat terug. Dus mensen vonden uit hun hoofd gemiddeld 213 milligram een hoge dosis ongeveer. En dan vergelijk je een hoge dosis vergelijk je met een lage dosis. Want dan bestaat die mijn ervaring met gebruik van een hoge dosis. Ja, precies. Dus een aantal mensen hier die gaven aan dat als ze een hoge dosis gebruiken, dat een betere ervaring voor hen was dan een lagere dosis. En een aantal mensen gaven aan dat als ze een lagere dosis gebruikten, dat een betere ervaring gaf dan een hoge. Maar
En dan nog heeft het te maken met de verschillen in wat mijn interpreteren hoog en laag. En die mensen Maar we hebben gevraagd natuurlijk, dat heb ik je niet gedaan. Dat zou je kunnen doen als we dat echt super interessant vinden. Ik kan de bolletjes natuurlijk een kleur geven als functie van wat zij definiëren als een hoge dosis bijvoorbeeld. En dan kun je daarnaar kijken. Ja. En als je niet zit met gewenning, als je vaker hebt gezien, dan komt zo nog een potje waar ik... Dat potje is niet in deze presentatie, maar dat zal ik wel laten zien wat ik daarmee heb gedaan. Ja, en wat als ik dat ga gebruiken, dan heb ik met lage dosis, mogelijk ook andere effecten. Ja. Klopt. In principe voor de doelen hier maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Omdat het doel hier is om te bepalen wat voor boodschappen je moet gebruiken. Om te voorkomen dat mensen hoog gedoseerde ecstasy gebruiken. En mensen testen vaak niet. Dus als we blijken nu bijvoorbeeld, daar kom ik zo op terug. Er zijn bepaalde dingen waar je mensen bewust van kunt maken. Waardoor ze snappen dat laag doseren goed is. Dat is al handig. En de volgende stap is dan, wat is dan een lage dosis? Hoe hoog moet ik dan doseren? Daar zijn ook richtlijnen voor, daar komt ze ook terug. Maar is dat aantal? Ja, van een aantal. Nou, meestal gebruiken ze een richtlijn die zo terugkomt. 1 tot 1,5 milligram MDMA per kilo lichaamsgewicht. Maar inderdaad, als je, weet ik veel, heel veel sport. Dit is psychofarmacologie, is niet mijn sterkste punt. Maar ik kan me voorstellen, als je veel sport, dat je dan meer of minder moet gebruiken. En sommige mensen hebben een hoog of een laag metabolisme. En in principe, stel dat ecstasy gelegaliseerd zou worden, dan kun je dat natuurlijk supergoed implementeren. Dan kun je gewoon mensen een soort intake geven voordat ze ecstasy kopen. En dan kun je gewoon aangeven van oké, je moet max zoveel gebruiken, anders dan wordt het echt gevaarlijk. Oké, dus dit is het idee. Dus hiermee kun je een beetje kijken, wat denken mensen nu eigenlijk? Waar zitten ze met hun opvatting? Dus je zag bijvoorbeeld, we hebben ook gevraagd, of voor de gezondheid een hoge dosis slechter of beter was. Een aantal mensen gaven aan dat het beter was. Omdat er een beetje de mythe leeft dat als je hooggedoseerde ecstasy hebt, dat het puurder is. En puurheid wordt altijd geassocieerd met gezondheid. Dus mensen denken dan, dan is het vast minder vervuild. Dus. Maar de meeste mensen snappen dat een hoge dosis slecht voor je is. Dus dat is alvast handig. We hoeven ons daar alvast niet meer op. Dit is een derde. Er zijn hele lange lijsten. Dus ik zal zo de link laten zien naar de resultaten, mocht je erin willen verdiepen. Dus hier zien we dat als je vraagt wat mensen denken dat er gebeurt met de hoge dosis ecstasy met betrekking tot het euforische gevoel, dat de meeste mensen aangeven dat het sterker wordt en dat een paar mensen aangeven dat het minder wordt. Wat ook wel logisch is, als je te veel gebruikt, dan voel je je niet beter. Dus het speed effect, zeg maar, de energie en zo, die gaat wel door, dat krijg je wel nog, zeg maar. Maar de serotonine, de neurotransmitter waardoor je vooral goed voelt en die vooral wordt gereleased door ecstasy, die is op. Dus sommige middelen, daarbij is het middel zelf, dat simuleert een neurotransmitter. Dus dat bindt op bepaalde neuronen in je hersenen. En dat simuleert dan alsof die neuronen vuren. En dat zorgt dan dat je iets voelt. Ecstasy doet dat niet. Ecstasy doet niet net alsof het een neurotransmitter is. Ecstasy zorgt dat de neurotransmitters die je hebt opgeslagen, allemaal gereleased worden. Of zeg zo'n 80% of zo. En daarom voelen mensen zich een paar dagen later soms slecht. Wat zei? Ja, precies. Is het dan een serotonine heropname remmer of is het anders dan? Het is ook een serotonine heropname remmer volgens mij. Dat weet je helemaal niet. Volgens mij doe je het allebei, ja. Wat natuurlijk briljant is, want dan is het gewoon nog kudder. Ja, ik vroeg me altijd af wat het verschil tussen antidepressiva en ecstasy, dat verschilt nogal. Maar dan, wat die ook nog altijd serotonine loslaat in je hersenen, dat zal het ook verschil maken. Ja, dus je zou waarschijnlijk, misschien kun je serotonine innemen of een precursor, tryptofaan innemen, snel genoeg dat het steeds wordt bijgemaakt. Dan zou je misschien van ecstasy en antidepressiva kunnen maken, maar psychofarmacologie is niet mijn sterkste punt. Dus. Oké, dus dan weet je waar mensen scoren en dat is handig. Dus je weet nu bijvoorbeeld, het is niet de moeite om een interventie te maken om tegen mensen te zeggen, als je hoog doseert, dan is dat slecht voor je. Want bijna iedereen weet dat al. Dus dat is, daar kun je heel weinig aan. Aan de andere kant heb je die associatie. Oh, ik kan nu dus niet terug vanwege de opname. Je zag net in dat potje, en die komt zo weer terug, zag je de associaties in het rechterpaneel. Dat waren ook diamantjes die voor betrouwbaarheidsintervallen stonden. En daar zag je de correlaties met intentie en attitude. En het idee daarvan was, hoe verder zo'n diamantje naar rechts ligt, hoe sterker het samenhangt met intentie en attitude. Dus die twee dingen heb je eigenlijk nodig. Je kunt ook, als je het helemaal goed doet, dan meet je gedrag daarna nog een keer. Want dan weet je dus echt of je gedrag uiteindelijk voorspelt. Of mensen een half jaar later inderdaad nu hooggedoseerd hebben gebruikt.
Maar je kunt intentie gebruiken omdat volgens die theorie intentie een sterke voorspeller is van gedrag onder bepaalde voorwaarden. Dus dan kun je kijken waar scoren mensen op zo'n opvatting. Dus denken mensen dat het slecht voor ze is, wat goed voor ze is bijvoorbeeld. En of mensen dat denken, maakt dat überhaupt wel iets uit voor wat ze doen. En die twee dingen moet ik allebei weten als je wil weten waar je op moet richten in zo'n interventie. Want alle dingen die wij hebben gevraagd, hebben we allemaal gevraagd omdat we van tevoren dachten dat zou wel eens belangrijk kunnen zijn voor gedrag. En er komen altijd een paar uit die niet belangrijk blijken en een paar die wel belangrijk blijken. En die wel belangrijk blijken zijn dan natuurlijk triviaal. Want dan denk je van ja, natuurlijk zijn die belangrijk. Maar die hebben we tenslotte ook gemeten omdat we dachten dat ze belangrijk zouden zijn. Het gaat veel meer om de dingen die niet belangrijk blijken, waarvan we van tevoren ook dachten dat ze belangrijk zouden zijn. Oké, dus dat is een beetje hoe je dan naar die data kijkt. Dit is de frequentie, de gebruiksfrequentie. Daar zie je, op de onderste lijn zie je het aantal mensen wat 1 of 2 keer per jaar gebruikt. Daarboven 3 of 4 keer. Daarboven maandelijks, elke paar weken en elke week. En helemaal bovenaan 2 keer per week, dat deed niemand. Wat ook logisch is, want je serotonine is op. Dus mensen proberen dat misschien eens een keer om ecstasy te nemen. Maar je voelt toch die gewenste effecten niet meer. Dus je moet toch minstens 1 week wachten tot het een beetje is bijgevuld. En eigenlijk moet je 4 tot 6 weken wachten, wil je weer een beetje dezelfde ervaring hebben. Anders heb je toch minder stress. Ja, het zijn wel eens verslavingsgevoelens. Het is echt briljant in die zin, dat zichzelf belemmert, zeg maar. Dus 3/4 van de mensen die gebruikt ongeveer 3 tot 4 keer per jaar of minder. En dat is waarom die studies vaak niet zo representatief zijn. Dat is onderzoek naar mensen die heel vaak ecstasy gebruiken. Maar ecstasy hangt sterk samen met de dancing. En dat gebruiken mensen dan vaak op een festival. En er zijn natuurlijk mensen die het wel vaker gebruiken. Maar een hoop mensen, vooral de wat oudere mensen die wat meer verantwoordelijkheid hebben, die gaan gewoon heel snel veel minder gebruiken. Want die hebben kinderen en die hebben een baan en die kunnen niet meer elke 2 weken naar een festival. Dus ecstasy is typisch zo'n druk die gewoon niet zoveel gebruikt wordt. Door de gebruikers. We hebben dus gevraagd ook aan mensen wat ze een hoge dosis vinden en hoe sterk hun eigen pillen waren. Dat is het potje wat je hier ziet en die diagonale blauwe lijn is de identiteitslijn. Dus dat is als mensen precies vinden dat ze pillen hebben die ze als hoog doseren, als hoog kwalificeren, dan zitten ze op die lijn. En je ziet dat mensen ongeveer rond die lijn zitten. Dus mensen zeggen van hun eigen pillen dat zijn redelijk hoog gedoseerde pillen. We hebben ook gevraagd, wat voor pilsterkte zou je eigenlijk willen? En dat afgezet tegen hoe sterk zijn je pillen. En de blauwe lijn is weer die identiteitslijn. En dan zie je dat de meeste mensen zitten daar eigenlijk onder. De meeste mensen zitten onder de blauwe lijn. Er zitten een paar mensen heel erg ver boven de blauwe lijn. Dus dat zijn mensen die zeggen van ik zou veel zwaardere pillen willen. Van 500 of 600 milligram. Dat is absurd. Dus ik weet niet of die het serieus hebben ingevuld, maar de meeste mensen. Ja, dat zou kunnen. En als ze even goedkoop zijn. Ja. Maar de meeste mensen zitten daar dus onder. Dus dat betekent dat het handig zou zijn als die producenten op zouden houden van die mega hoog gedoseerde pillen te produceren. En een kennis van me, die is journalist. En die heeft onder andere met wat producenten gepraat. En die zei dat hij de indruk had dat het een beetje ook een soort van pissing contest was. Dus een beetje zo van, kijk eens, ik ga sterke pillen maken. Een soort van onderlinge competitie onder die producenten. Ja, Breaking Bad, maar dan met... Ja, precies, net als Breaking Bad. Ja. Hier hebben we gewicht afgezet tegen de dosis die mensen wilden. En die richtlijn die ik net gaf, 1 tot 1,5 milligram MDMA per kilo lichaamsgewicht, dat wordt al heel lang verkondigd, dus we gingen er een beetje vanuit dat de meeste mensen dat... Die richtlijn is het groene gebied wat je hier ziet. En je ziet al aan de vorm van het platje dat daar een hoop mensen boven... Dit is waar mensen dan scoorden. Dus mensen die geven aan dat ze een fors hogere dosis zouden willen gebruiken dan ze eigenlijk volgens die richtlijn zouden moeten gebruiken. Dus daar is nog wel een hoop werk aan de winkel. Dit kan natuurlijk ook deels zijn, dat weet je natuurlijk niet, omdat mensen gewoon geen toegang hebben tot lager gedoseerde pillen. Dus net als een beetje dat model wat ik net liet zien, het Extended Parallel Process Model, dat ging over hoe mensen dreigende informatie verwerken. Als jij weet dat je geen lager gedoseerde pillen kunt krijgen, dan is het natuurlijk heel erg onhandig om heel erg graag lager gedoseerde pillen te willen. Dus het zou kunnen dat omdat ze een lage efficacy hebben, omdat ze gewoon niet laag kunnen doseren, dat ze eigenlijk wel moeten zeggen van ja hoor, ik wil graag goed doseren. Maar goed, dat weet je gewoon niet. Dit is de regressielijn die je zou krijgen als je die zou uitrekenen, zeg maar. En die ligt een stuk hoger. Die ligt bij ongeveer 2 milligram per kilo lichaamsgewicht. Kon erger, maar kon ook een stuk beter. Nou, we hebben dan aan mensen gevraagd, als ik bijvoorbeeld een hoge dosis gebruik, dan is mijn trip milder tot intenser. En zo kun je dan ongeveer kijken naar hoe die mensen scoren. Dus je ziet hier bijvoorbeeld intenser. Dat antwoord werd door 40% van de mensen gegeven. En best wel veel intenser, maar niet volledig intenser, werd er nog heel veel mensen gegeven. Dus je hebt
Ongeveer 3/4 van de mensen geven aan dat hun trip intenser wordt. En in totaal, een variant van intenser, dus mensen die boven een neutraal scoren, dat was echt bijna 90% van de deelnemers. En we hebben ook gevraagd wat mensen prettiger vinden. Dus je hebt enerzijds de verwachting, wat gebeurt er als ik dit gedrag uitvoer, en anderzijds de evaluatie van wat gevolg. En dat hebben we ook gevraagd. En dan geven mensen aan, ja, ik vind het fijner als een trip intenser is. Om er wat bij voor te stellen. Er zijn ook een aantal mensen die zeggen dat ze het niet fijn vinden. Want het kan ook heel intens zijn natuurlijk, helemaal met een hoge dosis. Ecstasy werd vroeger deels geroemd omdat je veel helderder blijft dan bij bijvoorbeeld alcohol. Je blijft veel meer jezelf. Nou kijk, dit zijn een paar voorbeelden van dingen die je voor preventie kunt gebruiken. Dus we hebben ook gevraagd, als je een hoge dosis ecstasy gebruikt, voel je dan veel minder of veel meer in jezelf gekeerd? En dan geven de mensen aan, de helft geeft aan, dat ze zich veel meer in zichzelf gekeerd voelen als ze een hoge dosis gebruiken. En we hebben ook gevraagd, wat vinden mensen prettiger? Vinden ze het prettiger als ze zich meer of minder in zichzelf gekeerd voelen? En dan zie je dat de meeste mensen aangeven dat ze dat helemaal niet willen. Want die gebruiken ecstasy deels vanwege dat sociale effect. Dus die tegenstelling is voor preventie handig. Dat betekent dat als je met jongeren in gesprek bent, kun je vragen van wat is jouw ervaring, als je hoger doseert, wat denk je daar dan van, en hoe zit het dan met sociale, blablabla. En dan kunnen mensen zelf daarmee komen van, ja, weet je, toch wat geïsoleerd, blablabla. En dan kun je vragen van, ja, wat vind je eigenlijk fijn? En dan kun je daarmee met ze in gesprek gaan. Ander voorbeeld is herinneringen, want ecstasy en alle middelen trouwens, alcohol ook, voor alle middelen geldt, als je die gebruikt, hoe meer je gebruikt, hoe minder je achteraf herinnert van die periode. En dat is ook een soort van logisch, daar heb ik allemaal verklaringen voor, maar dat is wel handig. Want vaak als je naar een feest gaat en je betaalt 60 euro of 80 euro om naar toe te gaan en je geeft nog eens 50 euro uit aan muntjes, et cetera, dan is het fijn als je daarna nog weet wat je daar was. Inderdaad. Dus dat hebben we ook aan mensen gevraagd. En weer geeft meer dan de helft aan dat ze zich veel minder herinneren als ze hoog doseren. En dat is ook zo. En mensen geven aan dat ze zich liever meer herinneren. Dus een heel klein groepje die zich liever minder herinneren. Dat is ook indicatief voor problematisch gebruik. Maar de meeste mensen die willen zich liever meer herinneren. Dus dat kan ook gebruiken in een interventie. En de gezondheidsvraag hier, zag je weer dat bijna iedereen aangeeft dat het veel slechter voor de gezondheid is om hoger te doseren. Nou, dat is dus, om terug te komen, de vraag in het begin. Dat is een beetje hoe je dus kunt interveneren op gedrag. Dus je moet uitvinden met bijvoorbeeld vragenlijsten, met interviews. Uitvinden waarom mensen nou precies doen wat ze doen. Interviews alleen zijn niet zo handig, want als je met mensen praat, dan geven die altijd redenen voor hun gedrag. En dat is logisch, want mensen hebben altijd allemaal redenen voor hun gedrag en iedereen is een redelijk mens, denken ze zelf. Maar als je dan daarna gaat kijken of die redenen kloppen, dan is dat niet altijd zo. Soms wel, heel vaak wel, maar heel vaak ook niet. En ze zeggen er nooit bij welke redenen kloppen en welke niet. Dus je moet altijd daarna zelf de link nog leggen. Als je mensen vraagt waarom heb je dat nou gedaan, geven ze allemaal mogelijke redenen. Wat je beter kan doen, is die redenen pakken en die uitvragen. Bijvoorbeeld in termen van mogelijke consequenties van gedrag en wenselijkheid van consequenties. En vragen wat ze doen. En dan kun je de link zelf leggen. En dan kun je kijken welke van die dingen echt redenen zijn dat mensen iets doen. En welke van die dingen gewoon heel erg redelijk klinken als verklaring voor het gedrag. En als je dat weet, dan kun je de volgende stap zetten. Dan kun je gaan nadenken over welke methode je moet gebruiken en hoe je die toepast. Dat is een beetje het idee van hoe we hier met PartyPanel hebben geprobeerd om in te grijpen op die interventies. En het punt met middelengebruik is een beetje, er zijn heel veel goede redenen om middelen te gebruiken. Want die doen dingen en die vinden mensen vaak wenselijk. Mensen willen zich graag liever meer concentreren of minder. Mensen willen graag liever wat relaxter worden of juist wat alerter worden. Of meer energie hebben. En er zijn redenen om het niet te doen. En daar moet je een soort balans tussen vinden. Maar je moet wel starten met de erkenning dat er gewoon redenen zijn waarom mensen al sinds always drugs gebruiken. Als je daar vanuit redeneert, dan kun je toewerken naar verstandig middelenbeleid. Dus, dit was eigenlijk de presentatie. Bedankt voor jullie aandacht. Dit zijn die links die ik nog zou geven en bij deze geef. En nou, als jullie nog vragen hebben, dan kan dat. Oh, en we hebben wat drankjes neergezet, dus we kunnen nog naborrelen. Dus als je nog vragen hebt, kunnen we die ook daar stellen. Dat is misschien gezelliger dan. Ik zou even wachten tot de foto's gemaakt worden. Ja, maar mijn eigen telefoon staat daar dus. Mijn werktelefoon. Ik heb al een minuutje met dat. Nou ja, ik zal het. Want ze hebben een lijstje van jullie, zeg maar. Het is vast ook helemaal AVG compliant. Ze hebben al gepraat. Dus ik zal sowieso vragen. Als ik hem toch op YouTube zet, dan kan ik dat linkje ook weer doormailen. Dus dan kun je deze slide ook weer opzoeken. Als je ooit al denkt van... Je YouTube kanaal heeft gewoon jouw naam? Dan kunnen we hem ook makkelijk vinden. Dat is een goede vraag, maar ik laat het ze sowieso rondmailen. Okay. Nou, waarschijnlijk heeft hij mijn naam.